Hey, maar we kunnen nu al wel al de intro doen. Dat we zeggen van hallo luisteraars, welkom bij de Stripjournaal podcast zomereditie. En u hoort nu niet de gebruikelijke jingle van de Stripjournaal podcast, want we missen Robin, want die is op vakantie. Nou, heb ik het eigenlijk al gedaan. Ja, nee, daarom. Nou, voor mij moeten we gewoon ook door dan nu. Want de twee mensen staan al in de wachtrij. Oh, dat gaat snel. Oh shit, ik zal hem ook even opnemen nu. Nou heb jij het alleen opgenomen. Record on this computer, doe ik toch maar wel. Ik maak altijd grapjes over Robin en de techniek, maar nu we het zelf moeten doen, snap gaat ik het nog beter? Hoe stressvol dat is. Gaat het alleen maar beter, alleen maar beter. We mogen het met z'n tweetjes doen. De vakantie Stripjournaal podcast, dus laten we dat gewoon doen. Laten wij gewoon geen overbodige jingles inzetten, geen overbodige introducties. Wij vliegen er gewoon in, want we willen gewoon striprecensenten aan de tand voelen. Ja, maar wel even de niet overbodige introducties. Jij bent Sepp van der Kade, stripuitgever. Ja, dat bedoel ik, dus overbodig. Ja, maar wat niet overbodig is, jij bent Margreet de Heer, voormalig stripmaker des Vaderlands. Maar wat iets leuks bedacht. Jij zei het heel mooi. Wat gaan we doen? Wat is nu het thema van deze Stripjournaal podcast, Margreet? We gaan recensenten recenseren. Yay, wat een leuk idee. Ja, maar dat is niet waar. We gaan ze niet recenseren. We gaan ze gewoon even in het zonnetje zetten. Geen brave uitzending. Nee, nu is Robin weg. Alle braafheid is weg. Ja, daar was ik al bang voor. Ik voel me echt een beetje het gevoel zo van papa is weg. En dan moet de oude zus op het kleine boel passen, dat hij de boel niet afbreekt. Het idioot is, Margreet, ik heb echt iedereen geprobeerd te contacten. Niemand wilde meewerken. Nee hoor. Dat is, en dan moet jij ook niet bellen. Nee, we hebben maar zelfs mensen die jij belde, die wilden niet meewerken. Dus even een lijstje maken, heel kort, van wie wij hebben benaderd. Omdat mensen niet het idee krijgen dat wij alleen maar onze lievelingetjes aan het woord laten. Moeten we niet eerst zeggen wie we wel hebben? Nee. Dan niet positiever? Dan begin maar negatief dan. Ja, nee, wie we benaderd hebben om mee te doen is Sigrid Stegeman van de Negende Kunst. Op vakantie? Die is op vakantie. En hij is ook uitgever van Soul Food Comics. Maar die kan helaas niet, wil de volgende keer er dolgraag bij zijn. Maar je weet nu überhaupt zelfs niet eens waar hij op dit moment precies is. Dus daarom kan hij niet meedoen. Wie hadden we nog meer gedaan? Joost Polman, die heb jij. Ja, wat was zijn excuus? Op vakantie. Hij is aan het fietsen. Ja, Joost Polman. En wat hebben wij? Jos van Waterschoot zit op dit moment in de bunker, het archief stripbunker in Amsterdam, met Gerrit de Jager de expositie van Gerrit de Jager voor te bereiden. Hebben daar geen bereik en kunnen helaas niet meedoen. Dat was Jos van Waterschoot, die onder andere recenseert voor de Apple en voor Stripnieuws. Wie hadden we nog meer geprobeerd? Stefan Nieuwenhuis van de NRC natuurlijk. En Tsum. En de Negende Kunst. Die kon ook niet, zei jij. Nou, oké, dan hebben we die ook gehad. Wie blijven dan überhaupt er nog over? Wie hebben we dan wel? Marcel Haster. Marcel Haster, die heb ik van tevoren nog even gesproken. Marcel Haster, die wil daar doorgaan meewerken, maar die is in zijn eentje in een enorm groot gebouw van bol.com. Daar is hij gebouwbeheerder, want zoals hij dan dat zo mooi zegt, van het strip kan je niet leven. Zeker niet van strips recenseren. Dus hij heeft gewoon een fulltime baan erbij. Waarbij hij de technische installaties controleert. Zoals de koeling en de verlichting. En op dit moment, toen ik hem aan de lijn had, was er een probleem met de alarminstallatie bij bol.com. Er werden dus blijkbaar boeken geroofd. Maar hij kan niet aanwezig zijn. Nou, en nu goede nieuws. Goede nieuws. Wie is er dan wel? Kok Joevenaar. Aan wie we straks gaan vragen of je nou inderdaad Joevenaar moet zeggen of Jouvenaar. Ja, ik denk Jouvenaar, jij denkt Joevenaar. Nou, Joevenaar. We gaan het zien. Te horen. Jeroen van S van Striptip. Ja, striptip.nl. Heel goed. Teunis Bunt van Bunt Blogt. En ook van Oogst de Negende Kunst volgens mij. Want volgens mij werkt hij daar ook voor. Maar hij heeft inderdaad ook zijn eigen blog. Ja, altijd positief over mijn boeken. Dus daar kijk ik zeer naar uit. Ja. Ja, dat is heel mooi. Dat is dus wel een vriendjespolitiek die hier nu al wordt bedreven. Paul Steenhuis, omdat we Stefan niet te pakken konden. Stefan kon niet, wilde niet meedoen. Of wat dan ook. Maar Paul Steenhuis, die heeft zich bereid gevonden om wel mee te doen. Is hij van de Volkskrant? NRC. NRC, cool. Ja,
En hij zegt zelf, ik ben geen stripspecialist, maar ik doe de kunst. Maar ja, wij vinden strips ook kunst. Dus Paul Steenhuis hebben we ook in de uitzending. Dus, dan hebben we Koen Peppelenbos van tsum.info, literair blog. Die zegt ook van, ik ben geen stripdeskundige, maar die is wel ook uitgever en docent Nederlands. En die doet ontzettend veel voor de literatuur online. Juist. En last but not least, Natasja van Loon. Van ja. Zon5300 en Lover. Hartstikke leuk. Want we hebben wel even moeten zoeken naar een vrouwelijke recensent. Dus mochten wij vrouwelijke recensenten over het hoofd hebben gezien bij deze, meld je aan. Misschien maken we nog een tweede uitzending en dan zijn jullie van harte welkom. Nou, zullen we die eerst maar binnen laten? Ja. Even kijken, dan gaan we het nou proberen via Zoom. Is het Kok? Even kijken, wie hebben we hier binnen? Even kijken. Entering waiting room. Even kijken wie dat zijn hoor. We kunnen kiezen. Koen, Jeroen. Nou, zullen we beginnen dan? Nou, jij mag kiezen, Margreet. Er was toch iemand die alleen maar die als eerste moest? Ja, dat is Kok. Maar ja, Kok, die zit er nog niet in. Zit er nog niet in. Nou, ik ben wel nieuwsgierig naar Koen eigenlijk, als hij er al is. Ja, Koen is er al. Dan ga ik nu bij deze binnenlaten. Ah. Oh, hey. Ja. Koen, ja. Hey. We hebben je naar voren gehaald. Maar we zijn heel nieuwsgierig naar jou, omdat je ook uitgever bent en dat geweldige literaire blog tsum.info. En dat je daar ook striprecensies op zet. Dus ja, kun je iets vertellen over jezelf en je werkzaamheden? Wij noemen het zelf tsum.info. Dus dat maakt het alweer net iets anders. Iets dadaïstischer, vinden wij zelf. Is het naar het Friese dorp of is het juist iets heel anders? Ja, het is ooit begonnen omdat we een gek naam zochten. We zijn ooit begonnen in Friesland, inderdaad. En een Friese uitgever hadden. En toen had je ook tijdschrift als Zoetermeer en zo. Hè? En dat, en Austerlitz, Vrijstaat Austerlitz, was ook heel even een literair tijdschrift. En toen dachten wij van, we nemen een... een gekke Friese naam vanwege onze Friese uitgeverij. Ze dachten aan Exmorra, maar dat klinkt een beetje doodsachtig. En toen Seksbieren, dat soort gekke namen. En toen werd het uiteindelijk Tsum, wat inderdaad door Friese als Tsum wordt uitgesproken, maar door echte Friese als Tsum. De Tsum dus, in alle meeskendom, leerde ik op school. Nou, kijk. Ja, dus... dat geeft tot nu toe enorme spraakverwarring altijd. Dus, En dat vind jij leuk? Neem ik aan. Nou, ik vind het niet erg. Maar ja, als je een Fries tegenkomt, dan begint het altijd eerst in Tsum. En dan wordt het Tsum. Nou, het is mijn doel dat uiteindelijk de mensen in Tsum altijd worden aangesproken. Oh, leuk, Tsum. En dat zij er meer last van krijgen dan wij. Maar is het dan een platform voor alleen maar Friesen of mogen ook Groningen zich aanmelden? Het is gewoon een landelijk blog. Mm-hmm. Dus bij ons we zitten nu in Groningen. We hebben een Groningse uitgeverij en ik zit in Groningen. Ja. Maar we hebben mensen uit Friesland, Groningen, Vlaanderen, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht. Gewoon door het hele land. En wij mensen. Dat is het leuke van een blog, hè? Dan ben je niet aan de plaats gebonden. En hoeveel kijkers hebben jullie op zo'n blog? Hoeveel bezoekers hebben jullie op zo'n Zoom? Nou, per dag zo tussen de 4.000 à 5.000. Zo? Dat is ook wel heel wat. Ja. Ja, tegenwoordig zo tegen de 200.000 per maand. Dat is gigantisch. Nou, dat is gelijk antwoord op de vraag van waarom mensen ook boeken naar jullie toe zouden moeten sturen. Maar hoe, als ik een boek gerecenseerd wil hebben door jou, door Koen Peppelenbos, ja. Wat moet ik dan doen? Hoe moet ik jou verleiden om mijn boek te laten recenseren? Niks. dat is eigenlijk de ja, op ons site hebben we wel gemeld van ja, wij vragen erom. Als wij iets willen hebben, dan vragen we uitgevers en ook stripuitgevers, mogen we iets hebben?
Ja, bij strips koop ik meestal zelf nog maar boeken die laten we meestal opsturen. En soms sturen uitgeverijen, ook stripsuitgeverijen, die sturen boeken naar ons toe. Maar dan heb je niet de garantie dat die wordt gerecenseerd. We hebben op dit moment denk wel meer dan 200 boeken in de kast staan van uitgeverijen die gewoon een hele fonds naar ons toesturen. Ja, en er verschijnen 1 à 2 recensies per dag op Zoom en striprecensies 1 keer in de week. Ja. Ja, dus daar cover je niet alles mee. Dus het is voornamelijk dat we zelf op zoek gaan. En als het opgestuurd wordt, dan is het maar de vraag of iemand zegt van hey, dat wil ik recenseren. Maar hoeveel recensenten hebben jullie dan? Nou, ik denk zo'n pool van 20 of zo. Okay. 20, 25. En hoeveel recensies maken jullie voor strips? 1 keer per week begrijp ik dan? Of? Ja, 1 keer per week. Eigenlijk is dinsdagochtend is de stripplek. Ja? Laat maar zeggen. En dan komt er... dat is gekomen dankzij Stefan Nieuwenhuis. Mm-hmm. Die ook de negende kunst heeft. En die, ja? En die zei van, jullie moeten ook gewoon wat doen aan strips. Want anders, dat hoort gewoon helemaal bij. En toen is hij dat zelf gaan doen. Wel met de eis dat er dan ook in links ergens een tabbladje strips staat. En sindsdien levert hij dat 1 keer per week aan. En op een gegeven moment krijgt hij het zo druk dat, dan wisselen we wat. Dus ik schrijf ook wel eens een recensie in. Iemand anders schrijft ook wel eens een recensie. Dus op die manier zit het in elkaar. Had ik wel een opmerking? Ja, ik steek mijn vinger op. Mag ik een vraag stellen? Dat viel me op. Jullie hebben inderdaad een hele grote navigatie aan de zijkant. Heel veel verschillende dingen. Reportages, radio, podcast. Maar je hebt de kopje recensie. En dan staat er een stuk onderaan strips. En wat ik vond niet terug dat de striprecensies ook bij jullie recensies staan. En dat vond ik een... apart onderscheid. Moet het niet ook daaronder? Wat mij betreft wel, maar dan krijg ik ruzie met Stefan. Dus dan... dus dat moet ik niet hebben. Hij vond het wel aardig dat er... Dat je dit als genre zou herkennen op de site. Oké, maar het zijn wel recensies. Dus het zijn wel recensies, dus ja. Zou je eigenlijk recensies van... tekstboeken en recensies van strips zou je dan als onderscheid kunnen zetten. Ja. Het is niet minder goed vindbaar namelijk, vind ik. Als je op recensies klikt, krijg je niet de striprecensies. Nee, maar als je op strips klikt, wel. Ja. Maar dan moet je door scrollen. En Koen, gewoon even een hele simpele oplossing. Waarom dan niet gewoon NN? Dat heeft een beetje een technisch dingetje. Maar dat komt omdat je dan twee... genres bovenin krijgt en dan gaan de letters door elkaar lopen. Dus dat is gewoon een rottig technisch dingetje. Ja. Maar dat zou heel goed kunnen. Dat zou wel bij meer dingen kunnen hoor. Dat als je bijvoorbeeld een recensie hebt of een interview met een stripmaker, dat je die en bij interviews en bij strips neerzet. Dat zou ik wel willen, maar op dit moment zegt de site, de computer zegt no. Ja, tenzij je natuurlijk het gewoon 2 keer aanmaakt. Gewoon 1 keer als gewoon recensie en 1 keer als strip. Dan heb je het probleem opgelost. Ja, maar dan komt het ook 2 keer op de site. Ja, dan komt het wel 2 keer op de site, ja. Ja. Oké, technisch dingetje. Technisch dingetje. Ja, dat is... Ja. Maar dat is één strip allemaal per week. Ja, schiet ook niet op, hè? Schiet echt niet op, nee. Nee. Zullen we even naar onze 3 officiële vragen? Oh ja, de eerste hebben we gehad. Die eerste hebben we gehad, namelijk van hoe kunnen mensen je benaderen als ze hun werk willen gerecenseerd willen zien. Maar de tweede vraag die we aan alle recensenten gaan stellen is, wat maakt volgens jou een goede recensie? En een recensie kan positief of negatief zijn, maar wanneer is die gewoon goed? In het algemeen, ik moet weten waar het over gaat. Het moet enige nieuwswaarde hebben. Hoeft niet per se, maar dat liefst wel. Dus ik kan wel een heel oud album gaan bespreken, maar liever niet. En ik moet navolgbare argumentatie kunnen vinden in de recensie. Dus
ik moet niet alleen maar een opeenzomming van meningen hebben. Maar als het nog op de een of andere manier wordt onderbouwd, dan is het wel aardig. Tenminste, dat vind ik zelf aardig. En dat, je moet niet te veel plot, hoe noem je dat? Weggeven hoe de plot verloopt. Spoiler alerts. Spoiler alerts, moet je er dan inzetten. Dat soort dingen eigenlijk. En ik moet een duidelijke mening hebben op het eind. Het moet niet zo van aan de ene kant dit, aan de andere kant dat. En dan dat je uiteindelijk weer heel positief eindigt. Want je verkoop moet ook goed lopen. Nee, er moet een duidelijke mening en die mag ook wel heel negatief zijn. Ja. Oké. Okay. En is het ook nog dat je zegt van, ik wil minimaal, een recensie moet minimaal voldoen aan 300 woorden? Ik zeg maar even wat. Nou, wij lopen, ik geef een soort richtlijn mee aan al onze recensenten voor alle strips en boeken, gewoon de normale boeken. Ja. En dat is zo ongeveer 400 als minimum. Ja. En je mag wel 2000 doen, maar dan moet het wel heel erg goed zijn en heel erg et cetera, et cetera. Wil je daar helemaal in los willen gaan? Maar over het algemeen denk ik zo 400 tot 800 woorden, dat is mooi. En is het dan gewoon liefdewerk oud papier? Oftewel, zijn het vrijwilligers? Of krijgen mensen ook een vergoeding voor het recenseren van de boeken? Ja, ze krijgen helemaal niks. De enige die wat verdienen, dat zijn de eindredacteuren. Ben ik er dus één van. Ja. Wij verdelen de bol.com gelden. Ja, de inkomsten vanuit je website. Ja. Maar is dat wat? Hou je daar nog een paar honderd euro aan over? Of is dat te verwaarlozen? Nou, een paar honderd is een beetje te hoog gegrepen. Laten we zeggen, want we zaten eerst bij Bassaroff, want we wilden weg bij bol.com. Nou ja, Bassaroff is er helaas mee opgehouden, dus dan zijn we weer terug bij Bol. De vorige keer heb ik 80 euro gekregen en de andere twee mensen ook. Dus laat me zeggen, daar kun je één keer van goed uit eten. En dat was dan over een maand of over een jaar? Over een maand. Over een maand. Oh, oké, dan kan je dat uit eten. Lekker hoor. Ja. Je hosting er weer zo'n beetje, wel een beetje uit. Wat zei je? Heb je je hosting er in elk geval uit? De hosting, dat is het aardige. Dat gebeurt dan door de uitgeverij. Dus dat is, daar heb ik gelukkig niks mee te maken. Dat gebeurt allemaal elders. En welke uitgeverij is dat? Uitgeverij Kleine Uil. Oh ja. Dus ja. Als er een probleem is, dan zitten daar ook, godzijdank, een paar technische jongens die het hopelijk heel snel kunnen oplossen. Nee, dat is wel heel fijn dat ik dat niet allemaal heb. Nee. Maar hoe verhoudt Zoom zich tot de Kleine Uil? Is het een platform, een soort blogplatform van de uitgeverij? Of is er een kruisbestuiving? Ja, dat laatste. Hè. Dus de uitgeverij Kleine Uil is in 2000 opgericht om het toen nog bestaande blad Zoom uit te geven. En Peter ten Hoor, de uitgever, die zei van ja, maar dan wil ik ook boeken uitgeven. En vanaf dat moment zijn er boeken gekomen. En vanaf, ik denk 2011 zijn we alleen nog maar online. En wij gebruiken natuurlijk de ruimte voor reclame natuurlijk ook voor onze eigen boeken. Dus dat... dat in die zin is het een kruisbestuiving. Dus, Leuk. Ja. Als iemand nu luistert en denkt van, oh, ik wil ook graag strips recenseren op Zoom. Ja. Mogen er dan 2 striprecensies per week op jullie site? Staan jullie daarvoor open? Ik sta altijd voor alles open. Zeker als er ook wat meer vrouwen zouden komen die gaan recenseren. Het is heel erg een mannenzaak, blijkt altijd. Ja, hè? Ja, we hebben geprobeerd allemaal. We hebben ook vrouwelijke recensenten geprobeerd te vinden. En hebben we er eentje gevonden, Natasje van Loon. Maar daar hield het, wat ons betreft, op het stripgebied hield het op. Ik had zelf ook nog een vraag, Koen. Die eerste vraag hebben we net wel heel kort en bondig behandeld. Want jij zei van, in principe selecteren wij wat we willen doen. En je mag opsturen, maar de kans is dan... als ik dat in de kast blijft liggen, ja. Ja, maar hoe heeft het dan zin om jou na te bellen, je te gaan stalken? Helemaal niet, nee. Dat werkt juist averechts.
Nee, ik heb een gruwelijk hekel, ook aan mensen van uitgeverijen die dan, hey Koen, we hebben vorige week een berichtje gestuurd. Ik krijg ongeveer 20 berichten per dag van uitgeverijen wat er allemaal komt. En dan meestal twee keer, één keer op mijn eigen adres en ook nog via het Zoom. En als ze dan ook nog na gaan bellen en doen, dan nee, verschrikkelijk vind ik dat. Ja, en heb je een soort zwarte lijst, dan kom je helemaal niet meer aan boven. Nee, op een gegeven moment weten de mensen die bij uitgeverijen werken wel van, nou, hier werkt het wel en daar werkt het niet. En bij ons werkt het niet. Nee, dus je moet gewoon geluk hebben, maar je moet het wel blijven opsturen, want het is natuurlijk wel iets, als jij het gewoon niet weet, ja, dan ga je het ook nooit behandelen. Nee, maar ik denk, ja, ik ben een beetje een atypische, een beetje amateur-recensent op stripgebied althans. Ik weet wel wat er allemaal gebeurt op naar literair gebied bij de Nederlandse literatuur. Maar ik heb geen overzicht bij strips. Stefan Nieuwhuis, die heeft dat natuurlijk wel. Die schrijft ook voor NRC en zo. Dus ja, die heeft een breed overzicht op wat er allemaal gebeurt. Die gaat ook naar die festivals en zo, hè. Dus zullen jullie ook al naartoe gaan, neem ik aan. Maar die, ja, dat heb ik allemaal niet. Dus in die zin ben ik een beetje. Ik zie wel eens wat er binnenkomt en ja, leuk. Dat ga ik. Nou, dat laatste boek wat ik heb gerecenseerd, dat is Het Proces van Mathieu. Mooie cover. Wat een Een mooi. mooie omslag. Ja, een fantastisch Ja. omslag, maar ook een fantastisch boek. Ja. En dat stond dan dus gewoon bij ons in de kast. En dan toen dacht ik, oh ja, dit is mijn beurt weer deze week. Dus dan trek ik iets uit de kast. En nou ja, ik dacht eerst, het is heel erg Kafka. En het heeft ook wel iets van Kafka weg, maar nou, het is een gelukkige greep, nou, laat maar zeggen, uit de kast. Hoe heb je deze gerecenseerd? Heel positief, ja. Heel positief. Ja, ook omdat de tekeningen allemaal fantastisch zijn. Weet je, de ouderwetse klare lijn, laat maar zeggen, die erin zit. En heel veel verwijzingen naar kunst. Ja, die vind ik fantastisch in dit boek. Ook fantastisch gelukt. Met een mooi groot boek ook, hè? Het is een apart formaat. Ja, het is apart, net iets groter dan normaal. En het is gewoon ook goed gedrukt. Dat wil ook nog wel schelen, maar die, ja, het zit er gewoon. Nou ja, ik hou het nu op voor de Ja, we kijker, kunnen er dus, misschien maar een dat. printscreen van maken. Ja. Oh ja. Maar, grafisch ziet het er gewoon geweldig uit als je dit zo ziet. Dus dan. Ja, heel mooi. Ja, dan, ja, dus ja, dan ben je automatisch al positief gestemd. En dan, ja, als je een beetje zo'n lullig verhaal krijgt bij strips, dan moet je dat ook zeggen. Maar hier kan ik alleen maar heel positief over zijn. En helpt het dan als mensen dan wel een goede persbrief bij doen? Of heb je zoiets van, joh, bespaar je lekker de moeite, stuur me gewoon. Als je een boek opstuurt, stuur gewoon op, maar. Nou, die persbrieven, die ik maak ze zelf ook, hè, Ja. voor de uitgeverij, maar eigenlijk kijkt niemand ernaar. Oké, Nee, goed te ja, weten. die boeken worden uit de envelop gehaald. De persbrief wordt meteen weggegooid. En het boek wordt in de kast gezet. Meestal is de persbrief ook, nou ja, datgene wat al achterop staat. En dan nog een keer herhaald in de brief. Dus ja, het is een beetje een achterhaald iets, denk ik. Maar dan wil ik toch nog tot slot, want dan moeten we dat heel snel door. Maar tot Ja. slot zou ik nog even van jou iets mogen horen, Koen. Wat moet iemand dan, wat werkt wel? Weet je, is dat door er toch een stiekem een tientje bij te schuiven? Wat werkt? Kunnen we iets doen om jou toch gunstig te stemmen? Bij mij Ja, niet. bij jou Nee, echt niet. bij mij niet. Misschien bij anderen wel hoor. Dus ik weet niet of andere mensen denken van, oh ja, dat moet op die manier. Onomkoopbaar. Ja, nou, Ja. Nou, geen rare verpakkingen dat je een enorm pakket brengt met één klein boekje erin. Helemaal niet. als je rare dingen doet, denk je van, oh ja, dan is het boek op zichzelf waarschijnlijk niet goed genoeg. Dus ook dat werkt bij mij althans averechts. Je denkt wel even, hé, maar voor de rest, nee. Nou, Helder dat is verhaal. helder. Ja. Nou ja, dankjewel, Koen. Dit was een bijna ontluisterend gebeuren dat ik geen Oh. persbericht meer hoef te schrijven. Heerlijk. Ja, nee, dat, nou, maar ja, jij doet het, maar ik doe het ook.
En ik weet ook ja, hoe het gebeurt op kranten. Dan komt er iets binnen en het gaat meteen weg. Of het wordt er in een boek gestopt. En niemand kijkt er ooit naar. Nou, je hebt wel gelijk. Ik ben wel omkoopbaar. Dus dat is okay. Het verschil. Ja. Okay. Maar Koen, heel erg bedankt. Dan gaan we je er nu, uitknikkeren. Maar dankjewel. Heel goed. Oké, dankjewel. Leuk je gesproken te hebben. Nou, zullen we snel door, Margreet? Want we, ja. Wie zit er nu in de wachtkamer? Nou, ik heb een mailtje binnen van kok Jouvenaar, Joevenaar. Dat mag hij bepalen. Die zegt, graag even bellen. Want op mijn werk is het lastig om te zoomen nu. Ik bel hem. Bel jij hem? Ja, jij hebt hem sowieso een mooie telefoon. Ik hoop dat dat... Dat is spannend nu van de techniek. Want Robin doet dat natuurlijk altijd... Netjes met zijn mini setje. Oh, ik bel nu. Ik zet hem op luidspreker. Ja. Ik hou gewoon mijn telefoon dicht bij de microfoon. Hoor je hem overgaan? Nee, hè? Oh. Hey, kok. Hoi. Hoi. Kan je hem harder zetten, Margreet? Ja, ik moet hem even harder zetten. We zitten lekker te klungelen met de techniek, kok. Even kijken. Volume tijdens oproep. Zeg nog eens wat? Het is overal hetzelfde. Ja, het is overal vond je dat, hetzelfde. Ja. Nee, ik hoorde dit wel, ja. Ik hoorde dit wel. Oké, kok, als eerste, de prangende vraag. Jouw achternaam, is het nou Jouvenaar of Joevenaar? Ik zeg altijd zelf dat het Joevenaar is. Zie je wel. Ik stap af, dat is wel een beetje uitgezocht. Mijn voorvader... in het leger van Napoleon. Dat is 7 generaties teruggekleed. Dus het zou best wel jouw vraag kunnen zijn als vrouw. En er was eerst nog maar 1A, maar in de loop der jaren is het 2A's geworden. En wij zeggen altijd Joevenaar. Ja, want als het uit Frans komt, ja. Ja, dus dat zal Joevenaar zijn. Joevenaar. Ja. Hey kok, om gelijk maar even door te pakken, want je zit op je werk. Jij hebt heel veel ervaring met striprecensies, ook interviews overigens, doe je ook veel. Ja. Maar voor strip, dan moet ik het goed zeggen, voor strip nieuws, maar volgens mij doe je ook voor strip schrift het een en ander, of niet? Ja, ik schrijf, ik heb niet alleen voor strip zelf al geschreven, ook heel veel voor muziek. En dat weten zelfs veel mensen misschien niet, maar voordat ik een beetje bekend werd in die stripcirkel, zal ik zeggen. Maar ik heb een hele carrière ook in de muziek. Ik kom uit Den Haag, in Den Haagse muziekstad, het Colmering. En daar heb ik nou 1000 recensies geschreven van bandjes, live optreden, cd's. En ja, dat is een beetje doorgegaan met mijn liefde voor strips. Dus ik schrijf zowel voor Zonne 3500, stripnieuws, stripschrift. En in het verleden ook voor de Boekenkrant. Oh ja, de Boekenkrant ook nog. Ja. En kok, als mensen hun werk door jou gerecenseerd willen zien, hoe kunnen ze jou dan benaderen? Kunnen ze je omkopen? Ja, ik kan wel benaderen. En ik bepaal dan wel zelf of ik het recenseer of niet. Weet je wel, dat moet wel een soort integriteit blijven of zo. Weet je wel, dat is, en altijd mening, ja, dat is wat ik had. Daar zit altijd een mening in de recensie natuurlijk. Dus, mijn mensen kunnen altijd benaderen of ze een boek of een blad gerecenseerd willen hebben of iets dergelijks. En dan is dat mij ook nog wel mee toe. Maar bij jou is het voor je... Maar bij jou is het wel, weet het, 1 keer schieten, 4 keer kans op raak. Omdat jij gewoon voor zoveel bladen... Jij recenseert voor zoveel bladen, dat als wij een boek naar je opsturen, is de kans dat jij er iets mee doet best wel groot, of niet? Ja, zeker wel. Ik schrijf de laatste tijd het meest voor schrift. Omdat het verschijnt 8 keer per jaar. Ja. En soms is wat minder, dat verschijnt gewoon minder. En daar, weet je, daar is de aanwas ook wat groter. Tenminste, daar is het een beetje best wel selectief. Hè? Daar kom je, dan is het toch meer, mijn strip moet wel echt ergens over gaan. Of niet, echt binnen het concept van zo'n 3500 passen. En stripschrift is gewoon wat breder. Dat is gewoon echt een hele uitgebreide recensierubriek. Maar hoe gaat het dan in zijn werk, kok? Als het daarin komt, dan in een ander blad.
Ja, maar bepaal jij wat erin komt? Of is het meer dat bijvoorbeeld een Tony of een Vught tegen jou zegt... ik wil dat je hier een recensie over maakt. Hoe gaat dat in zijn werk? Eigenlijk hoe het in zijn werk gaat, ik lees een boek. En dan denk ik, god, dit is dan... vaak is zo, vaak is dat een uitkomst op positieve recensies. Of je moet het zo slecht vinden dat het weer goed is om daar een hele kritische recensie over te schrijven. Maar bij zon en zo vooral gaan we uit van positieve recensies. Oké. Dus dan is het van, dit is wel een heel interessant boek, leuk. En nou, dan mail ik gewoon met Tony. Ik heb dat boek geschreven, ik heb het boek gelezen, een heel leuk boek. Kan ik hier een recensie over schrijven? En soms is het ook gewoon zo, ja, nee, het wordt toch gedaan door iemand anders. Weet je, er zijn best veel mensen die recenseren. Ja. Dus ja, dan ben je een van de velen die dan een recensie schrijft. En de kans is groot dat het boek al, wat je dan wil recenseren, al een keer gerecenseerd is. Dus dat hoef je dan niet te doen. Maar soms heb je, dan heb je van, oh ja, gaaf, maar weet je wel, zo gaat het vaak. Maar ik kan me nog herinneren dat jij in Zone 5300 Turks fruit van Dick Matenaar hebt af zitten kraken. Ik heb niet afgekraakt, ik heb heel kritisch geschreven. Oh ja, kritisch geschreven, sorry. Ja, excuus. Jij hebt mijn recensie van Beentjes nou gelezen. Dat is een beetje echt gestopt, hè, omdat ik de recensie heb geschreven. Echt waar? Ja. Zo. En wat maakt volgens jou een recensie een goede recensie, Kok? Of het nou positief is of negatief? Schrijf wat je vindt. En onderbouw je mee. Hè? Dus ik heb een beetje, ben een beetje opgeleid van Michiel Breedveld. Ik zeg hier namens jullie iets. Dat is, hij zit nu bij het NOS-journaal. Hij interviewt vaak politici en dat soort zaken. Hij heeft onder andere een Wilders geïnterviewd. En hier in Den Haag. Een kleine cirkel van topmuzikanten. Met topmuzikanten die in een topprocent. En hij zei altijd: schrijf wat je vindt. Ik had mijn eerste recensie had ik geschreven. Een beetje. En ik vond het niet veel. Maar ik durfde niet te schrijven dat ik het eigenlijk helemaal niet zo goed vond. Dus ik ging er een beetje omheen. En er werd een hele wollige recensie. Waardoor het eigenlijk niet fijn is om te lezen. Ook al is het zo kritisch, dan is het wel fijn dat het heel concreet is om te lezen. Dus ik vind altijd schrijf wat je vindt. En het is helemaal niet erg dat er een mening is. Het onderbouw die mening. Dus dat is een beetje wat ik altijd een beetje voor ogen hou. Hm. Ik heb zelf een beetje altijd moeite met... ik noem het altijd maar uitreksel achter de recensie. Dat de mensen het hele boek beschrijven. En anders zeggen, ja, dat is de moeite waard. Nou ja, daar heb ik zelf niet veel mee. Ik vind altijd wel iets fijn als er een soort mening achter zit. Van tekenaar is goed of het scenario rammelt aan alle kanten. Weet je, dat soort zaken. Dan kan je er al een beetje van uitgaan wat voor boek je dan krijgt. En het ligt ook aan wie je krijgt. De ene recensie, de ene recensent weet je vaak van, nou, dit is wel een persoon die een beetje op mijn smaak zit. En met een andere recensent heb je toch zoiets van, goed, ik weet als hij iets schrijft, dan kan ik het gewoon blindelings kopen. Dan weet ik gewoon dat het goed is, want ook al is het slecht besteed. Of is de recensie slecht, natuurlijk. Dat is natuurlijk niet kritisch. Ja. Dat ligt gewoon aan. Zo is het eigenlijk. Wat is het laatste boek, de laatste strip die jij hebt gerecenseerd? En wat vond je ervan? Voor mij is het boek het mooiste van wat je volgens mij gerecenseerd. Voor stripschrift. En ik vond het een heel mooi boek. Welke was dat, zei je? Mooisje van T-Pex. Mooisje van uitgever van T-Pex. Gaat over filosoof. En hij heeft dat boek in opdracht gemaakt. En ik vond het een heel interessant boek. En ik vond het ook heel gaaf dat hoe T-Pex ermee omgegaan is. Dat een beetje buiten de kaders is gegaan, buiten de bepaalde paden. En ik vind daardoor ook dat T-Pex weer een stap verder is gegaan in zijn ontwikkeling. Ja. Ik vergelijk hem ook echt met de grote illustratoren van Nederland daardoor. En mensen zoals Jan Sanders, Ebbe Oedoeven, Peter Pontiac, dat soort namen. Ik vind echt het boek heel mooi. Ja, vind ik interessant, want ik dacht dat T-Pex eigenlijk na Warhol, Andy bedoel ik, dacht van nou, dit is de top. Nou kan hij zich niet verder ontwikkelen. Andy was natuurlijk zijn meesterwerk en hij zou eigenlijk nooit meer een biografie verstrippen, zei hij. Ja. Maar hij heeft dat gedaan in opdracht. En ik vind hoe hij daarmee omgegaan is, ik gewoon, ja, ik weet niet, hij daagt zichzelf toch komt er niet uit. En met Andy heeft iets neergezet dat is zo, ze mag hem open
weer een stapje verder in hoe die manier hoe je vertelt, hoe die beeldopbouw doet en dat soort zaken. Nou, je hebt me overtuigd. Ik ga hem lezen. Je bent een goede recensent. Nou ja, en het belangrijkste is, hè, Kok, we kunnen dus allemaal, en dat is ook een oproep die ik mag, volgens mij mag doen, stuur vooral je boeken naar Kok Jouvenaar. Of Jouvenaar. Nogmaals jongens, er zijn een aantal andere hele goede recensenten. Ik ben niet de enige. Teunis Bunt vind ik ook een hele goede. Ja, die gaan we nu bellen. Die gaan we nu bellen. Molly Moors van Moors Magazine. En, oh ja. Die schrijven ook wel hele goede recensies. En ook kritisch. Die ja. durven ook kritisch te zijn. Ja. Belangrijk. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Maar zolang het maar onderbouwd is, hè, Kok? Geen gauw hoor. Ja, je kan altijd zeggen wat jij vindt, wat je beter kan. Met de schrift kan ik misschien niet zo heel snel even een voorbeeld komen, maar vlot. Met muziek, om het daarmee mijn oude liefst even naar boven te halen. Ik heb al een band gezien en dat zong Nederlandstalig. Nee, ik was niet verstaan en daar stond heel hard. Toen heb ik gezegd, dat is onverstaanbaar goed, zo heet die essentie. En ik had een beetje gezegd, misschien moet je eens een elektrische gitaar vervangen door een akoestische gitaartje, waardoor je tekst wat meer naar voren komt en het wat beter hoorbaar is in de zaal. Dus ik probeer op die manier, probeerde ik dan wel een soort te zeggen, ik vond het niet zo heel goed. En het is wel, ik vind dan het verbeterd vatbaar is. Dan probeer ik wel dingen aan te geven, misschien zou dat iets kunnen zijn. Ja, jij geeft ze zelfs een tip om hoe het beter kan. Ja, het is gewoon een mening en je ziet iets. En dat is ook, als je iets veel hebt, als je iets veel hebt gezien, of als je veel beetjes hebt gezien, of veel boeken hebt gelezen, of veel strips hebt gelezen, dan weet je wel een beetje waar de haken en ogen zitten. En dan ga je ook dingen vergelijken met elkaar. En dat is ook gevaarlijk. Je bent daardoor helemaal niet meer blanco. Ik kan bijvoorbeeld nooit meer blanco bij een concert staan. Nooit meer. Nee. Als ik met een vrouw naar een concert ga, die kijkt er heel anders aan. Ik kijk ook met een soort kritisch oog, misschien, maar met een oog van, ook moet hier een recensie over schrijven, terwijl het helemaal niet moet. Dus je zit toch in de weg zitten. Maar dat is ook iets wat bij recensenten hoort, mensen die heel veel met het vak bezig zijn. Nou, Kok, super bedankt dat je even tijd wilde maken op je werk. Ik zou zeggen, ga gauw aan de slag, anders word je nog ontslagen ook. Hey, wij spreken snel elkaar weer, Maan Kok. Dankjewel. Hoi, hoi. Jo, mooi. Doeg. Hoi, hoi. Ook voor muziek kan je bij Kok aanwezig zijn. Ja, die, idee ook naar Kok. Ik stel voor dat we snel doorpakken naar de recensent van NRC, Margreet, want die staat nu ook in de lijn. Super, Paul Steenhuizen. Paul Steenhuizen, ja. Kunstredacteur bij NRC. Die komt er nu in. Ja, nu horen we iets. Ik hoor je, ja. Hartstikke goed. Ja, dankjewel Paul Steenhuis van NRC. Paul, ik heb je al geïntroduceerd als zijnde niet de stripspecialist, maar kunstredacteur en recensent. Ja, dat klopt. Maar ik ben wel blij dat je er bent, want jij hebt wel degelijk, ondanks het feit dat je niet strips als specialiteit hebt, doe je af en toe wel iets over strips. Ja. En je hebt zelfs een strip daar gehalen, heb je nog op een bijzondere manier gerecenseerd. Ja. En daar vonden heel veel mensen wat van. Dus het maakt wat los en dat is hartstikke goed, want dat horen stukjes te doen, dingen losmaken. We hebben eigenlijk een vraag van aan jou, Paul. Hoe kunnen wij nou eigenlijk zorgen dat een recensie van een strip, hè, als wij als uitgever een boek gerecenseerd willen hebben bij het NRC, wat moeten we dan doen? Of wat moeten we vooral niet doen? Je moet zorgen dat het boek digitaal of in echt bij zo iemand terechtkomt die daarover gaat. Meestal is er één iemand die dat verdeelt. Dus bijvoorbeeld bij ons bij NRC is dat Ron Reijgaard. Die doet en theater en strips. En die heeft weer verschillende mensen aan wie die dan die boeken toeschuift. Ja. En dat hangt weer samen met... voor een deel is er ook, dat is een beetje vervelend om te zeggen, maar er zit toeval bij. Je kan heel veel, dat is net als met een paard dat je naar het water brengt. Je kan het niet zorgen dat het paard echt gaat drinken, zal ik maar zeggen. Je kan dus wel zorgen dat jouw boek of je uitgave bij een redactie ligt. Maar eerst moet al iemand
daar de noodzaak van inzien, want het aanbod is, het is een enorme, nou ja goed, het is, als overal is het is een enorme strijd om aandacht en ruimte. En vaak hangt het voor een deel ook af van, zijn er redacteuren of freelancers of recensenten die er wat in zien of die er wat mee hebben? Heeft het zin om er achteraan te bellen bij jullie of vinden jullie dat juist heel vervelend? Nou, over het algemeen, als iemand eigenlijk al besloten heeft, dit is niks voor mij, dan helpt een telefoontje ook niet. Maar bellen is niet zo, wordt niet zo goed in. Maar mailen kan altijd nog wel, dat kan je wel proberen. Mailadressen zijn ook allemaal te vinden, dat is heel makkelijk. Dat is voorletter.achternaam@nrc.nl. Ja, nou, bij deze krijg je, loop je helemaal vol. Ja, ja. Maar ja... Ik kan wel een voorbeeld geven dat rechtstreeks met jou te maken heeft, Sepp. Dat, ik ja. kreeg, kijk, ik ben wel voor een deel geïnteresseerd in oude krantenstrips, maar niet heel erg, omdat ik niet zo nostalgisch ben ingesteld. En de stripmarkt is voor een deel nostalgisch. Dat snap ik ook wel, want dat waren betere tijden of andere tijden. En de mensen die dat nog doen, die hebben geld te besteden. Dus dat is voor een uitgever interessant. Ja. Maar toevallig had ik niks met kapitein Rob. Nee. Dus dat is net uitgebracht. En ja, dan laat ik dat wel, laat ik ook wel zien op de redacties van iemand anders. Maar die zijn dan ook niet zo meteen. Dus ja, dan is het dus... Ja, dus, ja ik beken nu schuld. Dat komt omdat... Maar goed, ik kan daar ook niet iets over schrijven waarvan ik vind dat dat recht doet aan iets. Want dat is, dat heeft, bedoel, dat heeft een... Het klinkt heel erg vervelend dat het toeval is, maar... Je wilt natuurlijk wel dat iets recht gedaan wordt. En daarmee... Dus je moet iemand hebben die daar op een bepaalde manier affiniteit mee heeft. En dat is met die stripdagen zo in Haarlem. Mm-hmm. Kijk, ik ben, je kan zeggen dat ik een geïnteresseerde leek ben. Ik ben geen specialist. Ik sta ook niet op al die beurzen, al die oude stripboekjes door te bladeren en te kopen of verzamelen, ben ik ook niet. Ik ben dus een ik beschouw mezelf wat dat betreft als een gemiddelde geïnteresseerde leek op stripgebied. Mm-hmm. En zo ben ik ook naar die stripdagen toegegaan. Op een maandag, dat was al verkeerd, want toen regende het en toen was alles dicht. Toen ben ik de volgende dag nog een keer gegaan. En ja... Ik heb daar gereageerd als een geïnteresseerde leek die eigenlijk vond dat mij niet genoeg geboden werd van wat ik zelf had willen zien. Ik bedoel, ik ben nog wel bij dingen wezen kijken en dan hangen er een paar printjes aan de muur. En van die man van die storm, of hoe heet dat? Van die science fiction strip. Ja. Ja. Ja, dat waren gewoon de betere kleurenreproducties die daar aan de muur hingen, een zaaltje vol. En dacht ik, ja. En ik kreeg helemaal niet het gevoel, terwijl... Jij hebt een interessante uitgeverij. Jij probeert jongeren te betrekken met een blad. Er zijn allemaal, laten we zeggen... Als we dit als jongeren beschouwen, zijn daarnaast allemaal... volwassen stripmakers die echt internationaal interessante dingen doen. Mm-hmm. En dat beweegt zich voor een deel allemaal buiten. Ik geloof dat in stripkringen de Franco-Belgische striptraditie, ja. Waar de Nederlandse striptraditie zwaar op leunt. Heb ik daarvan wat teruggezien op de stripdagen Haarlem? Ik vond niet. En dat was mijn aanleiding om een... Ik vond het eigenlijk een beetje een... maar goed, ja, ik waardeer het zeer dat de mensen het allemaal doen. Maar ik heb mijn mening daarover gegeven. Ja. Nou ja, en dat brengt ons tot de volgende vraag. Hè? Want het leuke is, jij hebt inderdaad gerecenseerd, een stripbeurs ook gerecenseerd. Dus dat is op zich, dat is natuurlijk heel erg leuk. Maar wat maakt een recensie dan goed? Weet je, als je ook kijkt naar jouw eigen recensie, van dit geval dan zo'n stripbeurs. Wat zijn de do's en de don'ts van een goede, van een striprecensie? Of van een recensie in zijn algemeenheid zelfs? Nou, positief is of negatief? Ja. Waar moet het aan voldoen? Nou, je moet een beeld krijgen van dat, van in dit geval, dit was een manifestatie. En ik ben vooral gegaan op de dingen die blijvend zijn, dus de tentoonstellingen. Dus ik ben niet gegaan naar de, weet ik veel, er was één dag of anderhalve dag. En dan ook verwaaid en verregend. Het was een soort markt of toestanden met dingen. Ja. Ik ben naar de dingen gegaan die ze presenteren als die, want het is een... Het was een 10-daagse stripmanifestatie die dus blijvend waren, waar dus mensen naartoe kunnen. Dan heb je ook
Hè? Als krant kan je dan, kunnen de lezers daar dan naartoe. Daar heb ik me op geconcentreerd. En je moet een beeld krijgen van wat daar geboden wordt. Dus dat moet een soort... Je moet een indruk krijgen van wat daar... Als je dat uit hebt, moet je in ieder geval een indruk hebben van wat daar te zien is. Of wat een boek voorstelt. Of wat er in zo'n boek staat. Of wat, ja. wat je daar beleven kan. En dan moet er nog een min of meer gefundeerd oordeel over bij een recensie. Ja, een feite, mening. Ja. Ja, nou dat maakt een recensie. Kijk, een recensie is wel een moeilijk genre. Ja, ik wil dat niet... Maar dat is eigenlijk verslaggeving plus nog een mening. Ja. Je moet namelijk dus een deel vertellen van wat kan de lezer verwachten als hij dit kunstwerk, dit boek, deze manifestatie... bezoekt of koopt of in hand neemt. En dan wil je ook nog wel een, zoals ik al zei, min of meer beredeneerd oordeel daarover. Ja, wat is een goed... Ja, daar hebben we een hele kwestie over gehad bij de krant. Nou, niet zozeer wij zelf, maar wij hebben ook een rubriek, dat gaat niet over strips, maar dat ging dan over boeken, waarin er zijn veel bestsellers die wij niet bespreken in een gewone, reguliere boekenrubriek. Dit gaat wel over de kern van recensies. Mm-hmm. Omdat de boekenbijlage in NRC is van nature wat literair aangelegd en ook non-fictieboeken. Dus heel veel dingen die bestsellers zijn. Dat kan een boek over planten zijn of over hoe je het beste in hogere sferen kan komen of hoe je gelukkig kan worden. Die worden niet besproken, maar dat zijn dan wel bestsellers. En om daar toch wat aan te doen, hebben ze op zaterdag zo'n rubriekje. Veel gelezen heet dat geloof ik of zoiets. Goed. En daar werden dan boeken. En toen hadden we een slechte bespreking van dat boek van Ilja Gort. Die had weer een van de thriller geschreven van de Wijnman. Maar die schrijft ook thrillers om bij te verdienen. En, ja. En dat werd afgekraakt, dat rubriekje. En toen heeft Ilja Gort een advertentieruimte gekocht bij ons in de krant. En heeft gezegd, ik ben het helemaal niet eens met die recensie. Het is een fantastisch boek. En ik geef het 5 ballen. Wij doen... sterren, weet je wel. Dus toen heeft hij zelf 5 sterren in zijn advertentie aan zijn eigen boek gegeven. Hij vond het een waardeloze recensie en hij heeft een tegenactie gedaan. Wel hartstikke leuk voor de krant, want als elke boze... dat is veel te duur. Ja, maar goed, hij heeft later in de Volkskrant een enorm lang interview gegeven waarin hij zei, dat boek werd helemaal niet goed besproken en de lezers werden daarin... eigenlijk vond de redenering die daarin opgehangen werd, is dat een goede recensie is een recensie waarin iets wat uitgegeven wordt, goed gevonden wordt. Ja, maar dat is, dan raken we de grens van public relations. En dat is wat anders dan een recensie. Een recensie is een persoonlijk oordeel van iemand die, hoop je... enige kennis van zaken heeft en dat wil wegen en oordelen en afzetten tegen andere dingen. Ja, maar even helemaal terug naar jouw begin, want dat vond ik wel heel interessant. Toen gaf je inderdaad even de kapitein Rob als voorbeeld. Als het je niet interesseert, hè, in dit geval de kapitein Rob, dan laat je het liggen. Maar op het moment dat het je wel zou interesseren, dan moet je eerlijk zijn in je oordeel. Dat is wat je zegt. Ook al, maar je moet in eerste instantie wel geïnteresseerd zijn in het boek. En dan mag je oordeel negatief of positief zijn. Ja, maar dat vind ik omdat daar heb je als schrijver niet alleen baat bij, maar ook de lezer en ook de uitgever heeft er baat bij. Omdat iemand die met affiniteit met die materie heeft, die geeft een beter en invoelender oordeel over zoiets. Ja, helemaal eens. Ja, maar ik kan nog wat anders zeggen, maar dat ben ik even kwijt. Dan hebben we... Nog een laatste vraag. Welke strip heb jij als laatste gerecenseerd en wat vond je daarvan? Nou, dat kan ik wel vertellen. Ik ga zo, als dit klaar is, een strip recenseren. La Bande Dessinée, de Dr. Anders P. van Frits Smit. Oh ja. Die ken ik helemaal niet, maar dat kreeg ik ook opgestuurd. Of nee, dat zag ik in de winkel, dat heb ik zelf gekocht. Van een uitgever die ik ook niet ken, Concerto Books. Dat zal er wel van die. Dit zijn liedteksten van Dr. Anders P. verstript op een hele... ik vond het wel originele manier. Dus dat is wat ik nu ga doen. Over het algemeen doe ik strips die... ik heb een beetje een, laten we zeggen, afwijkende smaak. Dat ik hou wel van dingen die door een groot publiek leuk gevonden worden. Zoals Donald Duck. Ja. Kijk, daar halen de meeste recensenten hun neus voor op. En ik hou ook wel van fringe dingen. Dus, en ik vond zelf... In dat museum, dat nieuwe museum, daar ben ik gestuurd op die Coco Ouwerkerk. Bij Momoka.
Malka Noordwijk. Ja. Kijk, dat vond ik nou interessant. Ja. Dat zijn dingen, dat vind ik heel interessante dingen. Daar zijn jullie ook nog achteraan gegaan. Dat zijn ontwikkelingen, dat vind ik super interessant. Ja, maar dat is goed om te weten. Want dan kunnen we mensen kunnen daar dan ook onder andere jou voor benaderen. Maar wat jij wel zegt is, blijf wel sturen. Digitaal opsturen is ook een goede optie, hè, wat jij zegt. Want dan komt het ook direct in jouw mailbox terecht. Ja. Heb jij trouwens een voorkeur voor digitaal of fysiek? Nou, het handig is om snel een beeld te krijgen om het digitaal te doen. En als het dan echt interessant is, dan kunnen we het fysieke overzetten. Maar ik wil nog wat zeggen over die, met een beeld wil ik daar nog wat over zeggen, over de pogingen om iets gereserveerd te krijgen. Dat is natuurlijk een eeuwig probleem. Ja. Ik ben een keer met mijn geliefde in voor de Schotse kust geweest. Daar heb je van die steenrotsen waar allemaal vogels op zitten. En wij hoopten dat daar nog papegaaiduikers waren, maar die waren alweer weg. Want die broeden maar een beperkte tijd en dan mag je een heel klein stukje kijken. Maar daar zijn heel veel Jan van Genten. En dat zijn van die vogels die duiken allemaal massaal in de zee om een visje te vangen. En als je daar tussendoor vaart, dan zit je eigenlijk tussen een regen van vogels die allemaal in die zee duiken in de hoop een visje te vangen. En de ene keer vangen ze wel een visje en de andere keer vangen ze niet een visje. En dat is een beeld, zo gaat het. Ik bedoel, de ene keer heb je wel een vis, dus heb je wel een essentie. En de andere keer heb je niet een essentie. Ja, anders kan ik het niet vertellen. Nee, maar wat jij dus eigenlijk zegt is, Paul, blijf het gewoon vooral doen. Weet je, ook al word je 10 keer niet gerecenseerd, die 11e keer kan het raak zijn. Ja, zou ik wel zeggen. Ja, en moeten we daar nog een persbericht bij doen? Of zeg jij van, laat het persbericht weg, dan kijken we toch niet naar? Je moet er altijd een kort persbericht bij doen. Maar dat hoeft niet meer dan 3 alinea's te zijn. Nee. En rare verpakkingen en een klein boekje? Nee. We hebben, op de krant is ook een kast van, we krijgen zoveel spullen binnen. We hebben één kast. Die moet steeds leeg gaan worden met NCD's en boeken en zo. En dat stapelt zich maar op. En soms krijg je hele dure boeken. En dan soms willen mensen zo graag dat je het terugstuurt. Want het is heel, dat heeft iets heel erg. Hoe raar hij de verpakking doet, ja, dat zou ik niet doen. Dat slaat nergens op. Dat slaat nergens op. En boeken terugvragen te sturen, dat vind ik echt bizar. Vind jij dat niet? Nou, dat zijn dan mensen die geven dan in, weet je wel, dat is meer aan de kunstkant. Ja. Die geven dan in eigen oplagen op heel duur papier. Hebben een oplage van 15 en dat kost dan meer dan €150 om zo'n ding te drukken. En dan gaan ze dat ongevraagd opsturen en dan willen ze dat gaan. Dat snap ik wel dat je dat wil. Ja, maar je doet het niet. Jij gaat het niet terugsturen. Nou, als er hele zielige brieven komen, handgeschreven brieven, dan doe ik dat wel eens. Maar dat is al jaren geleden dat ik dat gedaan heb. Ja. Nou, hartstikke goed. Hey, dankjewel, Paul. Volgens mij zit je op je vakantieadres, of niet? Nee, ik zit buiten op mijn balkonnetje. Heerlijk. Lekker balkonnetje. Ja. Ziet er cool uit bij je. Hartstikke mooi. Ja, dat is gelukkig. Nou, heel erg bedankt. Okay. En ik blijf je bombarderen met boeken. Ja, doen. Heel goed. Okay, dan. Dankjewel. Yo, hoi. Doeg. Ja, we hebben al zo weinig tijd. Dan ga je ook nog even een plaspauze in lassen. Van een kwartier, ja. Even kijken. Ja, 3 kwartier later. Dat hij het had over kapitein Rob. En over auteurs die dan boos worden van een slechte recensie. Ja. Want dat is een mooi haakje natuurlijk naar onze volgende gast. Want jij hebt kapitein Rob de nieuwe uitgegeven. En jij kan je ook namens auteur en natuurlijk zeker als uitgever opwinden over slechte recensies. Ja. En dan in discussie. En de volgende die we gaan bellen, die heeft een slechte recensie gegeven van kapitein Rob. Ja, nee, lekker. Hou mij lekker in die besje hoek. Nee, dat is fijn. Dan gaan we nu Teunis Bunt bellen? Ja, Teunis Bunt, ja. Goedemiddag, Teunis. Hey, Margreet. En ik neem aan dat ze bij Robin er ook zijn. Nee, Robin is op vakantie. Oh, oké. Okay. Dus wij zitten heel erg te klungelen met de techniek. Ik hou nu gewoon de telefoon bij de microfoon van de laptop met de Zoom die we opnemen voor het geluid. Dus ik hoop dat,
Ik hoor je goed. Sepp, hoor jij hem goed? Ja, ik hoor hem goed, ja. En anders zitten we later wat automatisch wat harder. Of tenminste, automatisch zitten we weer wat harder. Geweldig, geweldig. Ja, nou, leuk dat we hier spreken. Waar beginnen we mee? Gaan we meteen in het diepe? Of, nou ja, wat hadden we nou net over kapitein Rob? Over kapitein Rob? Maar daar had me Greet het over, hoor, want ik zou mijn eigen boeken niet durven pluggen. Dit is anti-pluggen. Dan mag het wel. Ja, nee, ik vertelde het. Dus jij hebt alles wat je van mij besproken hebt, is altijd positief geweest. En, maar je hebt kapitein Rob heb je negatief gerecenseerd op jouw geweldige site Bunt Blogt. Laten we daar even mee beginnen. Je hebt een mooie, prachtige recensiesite. Je doet het als hobby erbij. En al sinds 2011. En je hebt meer dan 400 strips gerecenseerd. Ja. Ja. Ja, dat is zo. Ik probeer eigenlijk elke week wel wat te plaatsen, maar ja, dat gaat niet altijd omdat het soms mijn gewone werk te druk is. Maar ik probeer eigenlijk wel om en om zo'n beetje over literatuur en over strips te schrijven. Je gewone werk zit ook in de literatuurhoek. Ja, ik sta voor de klas als docent Nederlands. Maar ik heb daarnaast wel altijd bijvoorbeeld redactiewerk gedaan bij literaire tijdschriften en interviews en recensies en dat soort dingen. Ja, geweldig. En als mensen nou denken van, ik wil ook heel graag mijn boek gerecenseerd zien op Bunt Blogt, hoe kunnen ze jou benaderen? Ben je onkoopbaar? Ja. Dat zijn twee verschillende dingen. Oh. Ja, volgens mij ben ik wel vrij makkelijk te vinden. Ook via de gegevens dat je even doorklikt op hun blog. En dan kun je me altijd even mailen. En de dingen die ik zelf aanvraag, die recenseer ik altijd. En dingen die mij toegestuurd worden, daar maak ik een keuze uit. Want je kunt gewoon niet alles recenseren. Er zijn uitgeverijen bij die dan hele dozen tegelijk sturen. En dat is dan soms echt zonde dat je gewoon niet overal aan toekomt. Omdat er vaak heel veel goede dingen ook zijn. Ja. Dus je moet soms zelfs ook wel echt boeken die jij echt interessant vindt. Heb je zelfs zoveel aanbod dat je die moet laten gaan? Dat je dan gewoon een selectie moet maken? Soms zijn het pieken en soms zijn er dingen waarvan je denkt, ik laat ze even liggen en dat komt dan nog wel. Maar dan is er weer iets nieuws. Ja, en dan versloft het gewoon. En dan denk je, verdraaid, heb ik dat toch niet besproken. En ik in principe wil ik wel graag dingen die je echt goed vindt. Ja, daar moet je dan zeker over schrijven, vind ik. En soms dan loop je tegen dingen aan die je minder goed vindt en dan moet je dat ook zeggen. En wat zijn dingen die jou normaal gesproken, waar wij jou wel voor wakker kunnen maken, zou ik bijna eigenlijk zeggen. Maar wat zijn boeken die jij echt zelf graag leest? Oftewel recenseert? Welk genre? Ik ben wel een alleseter met een paar dingen waar ik echt over een drempel moet. Ik ben niet heel erg in science fiction geïnteresseerd. Maar er zijn genoeg science fiction boeken die me toch over de drempel helpen. En dan denk ik, dat is toch wel goed. Ja. En had ik net nog een genre wat ik al. Fantasy is ook niet mijn eerste keus. Maar bijvoorbeeld over Driftwereld van Kent Broeders was ik best wel enthousiast. Ja. En dus daar heb ik soms een drempeltje voor nodig. Ja, en sommige dingen. Ja, dan val je ervoor. En bijvoorbeeld dat jeugdsentiment. Hè? Als je de integrale Brammetje Bram. Ja, die heb ik als kind gelezen in de Eppo. Ja. En dan moet je er ook heel erg verdacht op zijn. Dat je eigenlijk niet je eigen leven aan het recenseren bent. In plaats van Brammetje Bram. Dat brengt me gelijk tot de volgende vraag, Teunis. Dat is, wat is volgens jou dan echt een hele goede recensie? Wat is de definitie van een goede recensie? Of die nou positief is of negatief. Dat maakt dan. Nee. Sorry? Of die nou positief is of negatief. Wat is goed? Ik weet niet of er één recept is. Ik denk in ieder geval dat het feit dat iets gerecenseerd wordt vaak al belangrijk is. Ja.
Want als niemand erover schrijft, bestaat dat eigenlijk ook niet. Dus een negatieve recensie is vaak beter dan geen recensie, denk ik. Mm-hmm. En je moet ervan uitgaan dat degene die het leest, die moet weten als die dit, of die dit zou willen kopen, ja of nee. Dus het kan best zijn dat hij een heel andere mening heeft dan de recensent, maar hij moet wel een indruk krijgen van ja, wat voor soort boek is het, waar gaat het over, welk genre is het, hoe zit het scenario in elkaar. Dus je moet ook altijd duidelijk maken waarop je oordeel gebaseerd is. Of je het nou goed of slecht vindt, het heeft geen zin om alleen maar te zeggen, oh wat een goed boek, oh wat een goed boek, oh wat een goed boek. Dan kun je beter vertellen ja, wat voor soort boek het is en het een beetje interpreteren of zo. Want dat oordeel, of die 3 of 4 of 5 ballen of sterren of, ja, of wat dan ook onder staat, ja, dat zegt niet zo heel veel, denk ik. Nee, dus nee, dat je moet het van jou, omdat je gewoon je eigen blog natuurlijk ook hebt. Je kan het zo lang maken als je zelf wil. Dus jij bent behoorlijk uitputtend in je besprekingen. En dan krijg je een goed beeld van een boek. Dus die hoeft niet in 200 woorden of zo. Ja, ik snap dat sommige recensenten gewoon die ruimte niet hebben. Ja. En dan moet je iets. Sepp, je valt af en toe een beetje weg bij mij. Je kraakt een beetje. Kraak ik? Ja, dat doe ik al vaker. Ik voel me ook echt al oud worden. Ja, maar volgens mij zijn het deze keer niet je gewrichten, maar is het je stem. Oké. Okay. Nee, volgens mij was het gewoon Margreet die een hele slechte, hoe zeg je dat, een imitatie deed van mij. Oh, was het, ja, dan heb zij even niks. Ongelooflijk. Ja. Nee, en ik denk dat het altijd goed is als recensent om in de gaten te houden dat je ook maar een lezer bent. En dat er ook hele andere lezers zijn. En bij sommige boeken dan denk je, ja, dat is misschien wel een goed boek, maar misschien ben ik daar niet de juiste lezer voor. En ja, een recensent die geeft niet het laatste oordeel, hij geeft een eerste oordeel. En de bedoeling is dat er al veel meer mensen komen die een oordeel vellen. En ik denk dat je die ruimte ook moet laten. Dat je dan moet zeggen van, nou, dit ik vind het niet goed, om die en die reden. Mm-hmm. Maar er zullen ook mensen zijn die het geweldig vinden. Dat heb je niet alleen bij strips, maar dat heb je ook bij muziek. Er zijn ook mensen die houden heel erg van André Hazes en Koos Albert. Ja, daar hou ik toch weer niet zo van. Maar ja, dat is dan voor hun weer goede muziek. Ja, en je krijgt er helemaal niet. Teunis, je krijgt er helemaal niet voor betaald, hè? Sorry? Je krijgt er niet voor betaald, hè? Nee, dat klopt. Nee. Nou ja, maar dan... ik heb ooit wel, ik heb een jaar of 13 volgens mij voor het Nederlands Dagblad gerecenseerd. Ja. En ook voor literaire tijdschriften. En daar werd ik wel voor betaald. Maar het gaf me toch te veel onvrijheid. En soms kwamen de deadlines me niet uit enzovoort. Dus ik dacht, ja, ik heb het eigenlijk nooit vanwege het geld gedaan. Ja, dan kan ik het ook laten. Ja. Ja, maar waarom doe je het dan eigenlijk? Sorry? Waarom doe je het dan? Recensies maken? Omdat ik het leuk vind. Ik hoor nu mezelf, de echo van mezelf. En dat is een beetje vervelend. Ik lees graag. En heel veel verschillende dingen. En ik schrijf daar graag over. En het is ook een manier om die strips, die ik anders misschien lang niet allemaal zou kopen, om die toch te krijgen en te lezen en daar plezier aan te beleven. Nou, en dan laat ik anderen delen in dat plezier door erover te schrijven. Ja. Wat is de laatste strip die jij hebt gerecenseerd? En wat vond je daarvan? Ik heb net online gezet. Non Retour. Dat is een one-shot die uitgekomen is bij Sylvester. En dat gaat over de Algerije die onafhankelijk geworden is van Frankrijk. En dan gaat er nog een laatste vlucht om die Fransen terug te brengen naar Marseille. En de scenario schrijver, Jean-Luc Truc, Jean-Laurent Truc. Daar ga ik weer een fout in. Die heeft als jongetje die vlucht meegemaakt. En hij heeft er wel een spannende verhaal van gemaakt en dingen bij gedaan. Het is misschien geen eens zo'n
Heel bijzonder verhaal, maar doordat je eigenlijk die hele historische context hebt en dat het een persoonlijk verhaal is en ook dat er een prachtig dossier bij zit met, ja, met wel meer dan 10 bladzijden potloodtekeningen van Patrick Jusson, die het trouwens niet meer af heeft kunnen maken omdat hij dan overleden is. Ja, dat is gewoon echt een mooie uitgave geworden. En ik vond het wel interessant om even te kijken hoe dat nou ook weer zat in Algerije. Ja. En is het dan ook zo, hè? Ik had dan ook een voorgesprekje met Marcel Harster, want die kon helaas niet aanwezig zijn in de podcast, maar ik had hem wel even telefoons gesproken. Die zegt, ik begin met een boek recenseren. Ik bepaal of dat ik het ga recenseren eerst op basis van beeld. Is dat bij jou ook zo, dat je zegt van ja, de pagina's spreken me aan, dus dan ga ik lezen. Of de pagina's spreken me niet aan qua artwork en ik lees hem ook helemaal niet eens. Je geeft hem dan ook niet eens meer de kans om de eerste 3 pagina's te lezen. Ja, ik vind dat je het altijd wel even moet proberen. Mm-hmm. En dat over het algemeen voor de kwaliteit van een stripboek is in ieder geval het scenario belangrijk. Want een slecht verhaal kan volgens mij een strip niet redden. En slechte tekeningen, tekeningen die je niet zo aanspreken. Ja, precies. Daar kun je soms doorheen lezen als het verhaal goed is. Hier. Dus ik vind dat je eigenlijk altijd wel het de kans moet geven. Ja, en soms dan soms strand ik in een boek. Bijvoorbeeld, dat zou best wel een goede graphic novel zijn. Het Konijn. Mm-hmm. Van, is bij Scratch uitgekomen volgens mij, net het tweede deel. Ja. Ja, ik kwam er niet doorheen en ik weet niet precies waar het aan lag. Want het zag er best wel interessant uit en ik ben er gewoon in blijven steken. En toen heb ik het maar zo gelaten. Maar heb je er ook geen recensie over geschreven? Ik kan je weer niet goed horen. Toen heb je er geen recensie over geschreven? Nee, ik heb er geen recensie over geschreven. Nee. Ja. Nou ja, Margreet, helder verhaal toch? Helder verhaal, ja. Dank je, Teunis. Nou, graag gedaan. Ja, en voor jou geldt, Teunis, we blijven boeken sturen dan, hè? Vooral boeken blijven sturen aan jou. Ja, boeken sturen naar jou, dat loont wel. Ja, nee, er zijn uitgeverijen die heel veel sturen. Nou, dan moet ik een keuze maken. Er zijn uitgeverijen die altijd sturen als je het vraagt. Ja. Ik heb het liefst ook wel het boek zelf in plaats van een pdfje of zo. Ik ben ook iemand, ja, dat is natuurlijk heiligschennis, maar die met de potloodstreepjes zet. En dan moet ik straks op terugkomen enzovoort. En ik wil ook kijken hoe zo'n boek openvalt. En het is toch ook wel goed om iets te kunnen zeggen over de manier waarop dat boek uitgegeven is. En om te zien, om te voelen dat er bijvoorbeeld een mooie stofomslag met een tekening nog aan de binnenkant eromheen zit en dat soort dingen. Het gaat niet alleen om het verhaal, ja ook, maar het moet natuurlijk ook een mooi album zijn. Van. Ja. Ben ik volledig met je eens, Teun. Hartstikke goed. Nou, dan zijn we het eens. Nee. Ja. Ben je op vakantie of ga je op vakantie? Nee, ik ben terug van vakantie en ik was deze dagen bezig om mijn studeerkamer op te ruimen, wat nog best een hele klus is. Maar de poëzie staat allemaal weer goed. En intussen probeerde ik deze week wel elke dag iets te schrijven. Oh, nou, heel goed. Ik ga gauw lezen wat je nieuwste recensie is, want het klonk wel interessant, die Algerijn. Nou, veel plezier ermee. Ja, oké, dank je. Succes met de poëzie. Ja, dank je. Hoi, hoi. Door naar de volgende. Jeroen. Ja, laten we Jeroen even doen. Ja, want ik hoop dat hij nog zoveel geduld heeft gehad met ons. Ja, hij is er nog bij. We halen Jeroen van striptip.nl halen we erbij. Striptip.nl bestaat ook een behoorlijke tijd. Het is een mooie site met heel veel ook nieuws, veel stripnieuws ook erop. Maar naast stripnieuws ook veel striprecensies. Kijk, daar hebben we Jeroen. Het duurt even. Hey Jeroen. Alles goed, joh? Ja, zeker. Zeker. Striptip.nl. Yes. Waarom begin je er in hemelsnaam aan? Passie, hè?
Passie? Ja, passie en ook onkostenbesparing natuurlijk, heel praktisch. Omdat je de boeken niet hoeft te kopen? Ja, natuurlijk. Daar hangt er een prijskaartje aan natuurlijk. En ik dacht van, hoe kunnen we dat nou eens op gaan lossen, zeg maar. En waar je gekheid, maar dat was een van de redenen natuurlijk. Dus, maar je doet het niet alleen, toch? Nee, ik heb een paar mannen om me heen. We zijn met z'n zessen. Zo. Even te spieken, Martijn Dauma en mijn broer Bastiaan. En dan nog sinds kort Jaline en Jolijn, Gerjen. Dus een heel leuk clubje met elkaar verzameld nu, inderdaad. En die dames, dat zijn de echtgenoten van jullie, of niet? Nee, het is een stuk jonger. Nee, dat kon mijn dochter zijn, joh. Oké, ik zeg niet. Nee, dat is een nieuwe generatie. Dit is hartstikke leuk. Want, die doen striprecensies. Wat zeg je? Zij doen dus ook de striprecensies. Nou, Jaline doet social media. Dus dat deden we zelf. Maar wij gooien alles over de schutting bij haar. Ja. En zij maakt een fatsoenlijke post van. En zorgt dat het allemaal om elkaar afgestemd is en zo. Dus dat werkt super. Het ziet er goed uit. En dan hebben we... ik moet even kijken, Jolijn is net nieuw. Die is voor mij een jaar of 19 of zo. Dus dat is echt ook nieuwe generaties. We zochten ook mensen die wat jonger waren. Hoe heb je die gevonden dan? Netwerk. Voor mij is Jolijn de oppas van mijn broer. Ja. Maar die was heel erg bezig met kunst en met beeld en strips. En de meeste van die generaties van series. Maar zij was ook wat... misschien een beetje aangestoken door mijn broer, dat weet ik niet. Maar... Het is toch een soort van infectie of zo, denk ik. Als ze het eenmaal gaan zien, heel veel kennen het niet, hè? Nee. Van die leeftijd niet, dat is onbekend. En dan zien ze het op tafel liggen en dan bladeren ze in. En dan raken ze enthousiast. Dus, Maar je broer doet niks in striptip.nl, of wel? Jawel, die doet ook recensies. Sinds een jaar of zo. Oké, okay, dat is goed, joh. Ja. Maar even voor de goede orde, dit is ook allemaal weer liefdewerk oud papier, toch? Ja. Nee, het is puur enthousiasme en liefhebberij. Ja. Ja, een klein beetje bannerinkomsten vanuit je website. Ja, voor als we een keer een winactie doen of wat versturen of dat soort spul, dan gaat dat. We hebben ons jaarlijkse striptip dinertje altijd. Daar wordt er ook van betaald. En dan is ook alles op, waarschijnlijk. Nou ja, goed, er blijven wel wat tientjes en restjes achter hier en daar. Maar er zit een keer een lunch en als we ergens heen gaan. Dus als even kan, dan, zoals de strip daar in Kampen, weet je wel, dan gaan we even lunchen daar. En dan, probeer dat ook allemaal te dekken. Ja. En hoeveel bezoekers heeft u? Heeft striptip per week? Precies dezelfde vraag had ik. Nou. Oh, altijd even gezegd. Ik heb wel heel veel op de... Ik weet van mij, op Twitter hebben we iets van 1700 volgers of zo. En, dat is behoorlijk veel. Ja, Instagram groeit. Dat is iets waar we als laatste mee begonnen zijn natuurlijk. Ja. Facebook weet ik niet. En bezoekers, god, dat had ik even uit moeten zoeken, joh. Het kan wel even spieken ondertussen. Heb je geen idee van, zijn het een paar honderd? Een paar honderd per week. Ja. Dus. En met duidelijke pieken als je recensies plaatst, dus dat is wel leuk. Ja, wat scoort nou heel goed dan? Heb je toch wel van bekendere tekenaars. En bijvoorbeeld, we proberen ook in te haken op een beetje actualiteit. Dus als een bekende tekenaar zoals Aimé de Jong of weet ik veel, Erik Kriek of zo, als die wat plaatsen, zeg maar. Dan zul je toch wel zien dat dat in één keer omhoog schiet, zeg maar. Die laatste post over 60 lentes heeft waarschijnlijk goed gescoord. Ja, die deed mooi mee, ja. Iedereen die heeft even gespiekt, zeg maar, wat er nou allemaal gezegd werd. Dus nee, klopt. Ja, want je had een behoorlijk kritische recensie. Die op neerkwam van prachtig tekenwerk van ME, maar ik vind het scenario wat rammelen. Ja. En daar kwam het een en ander op via social media van mensen die het daar niet mee eens waren. Ja, ze heeft, ik werd op een gegeven moment getipt, want ik was nog geen vriendjes met Aimé eigenlijk. En ik zag het via dat ze dat had gepost, dat ze dat een beetje kritisch vond. En ze was er, zeg maar, zag ze niet mee eens. Maar ik vond het scenario vooral heel wat heb ik het genoemd? Ik heb het geforceerd genoemd. Ja. Dus het kwam op mij over alsof het echt in elkaar geramd was in no time. En dat vond ik heel jammer. Ik dacht, ja, dat moet ik toch noemen ergens. En dan noem je het per termen, maar zij was er zo erg mee bezig geweest, al jaren. Ja, dat is niet duidelijk, want er is nooit over gecommuniceerd, omdat ze met Dagen van Santen zo bezig was. Dus met weet ik veel, een tour met signeren. Dus dat was allemaal op de achtergrond. En ondertussen heeft ze doorgewerkt. En, dus het schoot een beetje naar verkeerde keel gehad.
Dus ik heb alleen maar Doet dat jou wat als recensent en als mens? Want dat het dan... Nou, ik heb natuurlijk even teruggekeken van, goh, waar ligt het pijnpunt nou? En, maar ik heb heel duidelijk in de recensie aangegeven dat ik haar tekening wel goed vond. Dus ik denk van, nou, dat kan het niet zijn. Nee. Toen zag ik van, ja, het geeft me heel erg aan dat ik over die LHBTQ wat plaatste. Want ja, dat is heel erg in de media nu. Dus het komt me heel erg over van, goh, wij willen ook zo'n titel hebben. En dat was volgens haar dus helemaal niet zo. En ik had ergens, ja, ik noem het altijd LHBTQ tequila, noem ik het mix altijd. Een beetje incorrect, laat ik het zo zeggen, een beetje kort op de bocht. En dat had ik erin gezegd. Ik zei, nou weet je wat, die wil ik er wel uithalen, want dat is inderdaad, het is een beetje misschien te plagen. Maar de rest sta ik er gewoon achter. En als ik vind dat een scenario niet goed is, of te makkelijk, ja, dan noem ik dat gewoon. Dat vind ik dat wel, dat hoort wel. Ja. En wat zei je nou helemaal in het begin, dat je nou wel goed bekend was met ME of niet? Ja, ik ben wel bekend met haar werk, natuurlijk. Maar ik was geen vriendjes op Facebook. Dus daarom zag ik ook. Okay. Die zag ik wat later. En daardoor kwam ook. Toen was het al zich aan het ontwikkelen, zeg maar. Dus allemaal mensen hadden gezegd van ja, wat stom. En, maar die hadden voor mij de recensie niet gelezen. Of een enkeling zei van ja, maar hij noemt gewoon het scenario. Ja. Dus dat is over het algemeen. Ja, ik denk fans van ME die toch wilden steunen. Maar goed, een dag later heeft ze het ook weer weggehaald. En toen zegt ze van. Ze heeft mij persoonlijk een berichtje gestuurd. En toen zei ze van nou, sorry. Nou, ik denk een beetje uit emotie gereageerd. En dat was ook prima. Dus het is allemaal koek en ei verder. Dus dat is helemaal geen probleem. Nee, maar dan terug naar onze vraag dan ook. Waar moet een goede recensie aan voldoen? Want wat ik heel stoer vond, is dat jij achter je recensie blijft staan. Je begrijpt wel uit jouw reacties zojuist dat je wel één woord hebt weggehaald. Ja, ja. Maar voor de rest heb je het gewoon helemaal ongewijzigd laten staan. Nou, ja. Ja, daar kan ik op zich alleen maar respect voor hebben. Omdat je inderdaad een bepaalde onderbouwing gaf van jouw mening. Het was niet ongenuanceerd. Nee. Je gaf jouw mening met argumenten. Ja. En daar sta je achter. Nog steeds, hè, zoals ik jou nu ook begrijp. Ja. Ja. Maar is dat dan, kan jij dan ook omschrijven wat dan een goede recensie inhoudt? Of dat het nou een mening is die zegt van ik vind het slecht of ik vind het goed. Maar waar hoort een recensie aan te voldoen? Nou, je hebt natuurlijk altijd, moet je vertellen waar het boek over gaat, zo'n beetje. Ja, de bekende wie, wat, waar, waarom en hoe. Of een variatie erop of een selectie. Maar ik vind dat je gewoon heel duidelijk kort moet aangeven. Waar bevindt het boek zich? Voor wie is het bedoeld, denk ik. Mm-hmm. Heeft een bepaalde actuele relevantie. Dat vind ik ook altijd interessant om te weten. Dat was het natuurlijk nu sowieso. En ik vind dat je als recensent, je bent niet voor niks degene die dat recenseert, dat je mag gaan zeggen wat je goed vindt aan de tekeningen, waarom je dat niet goed vindt of wel. En het scenario, dat vind ik minstens zo belangrijk bij een stripboek. Want je ziet vaak dat strips zien er fantastisch uit. En het verhaal gaat aan alle kanten. Of andersom, zeg maar. Een goed verhaal en een hele slechte tekening. En we hadden het al even over de aankoopprijs. Ik bedoel, dat een beetje stripboek betaal je 15 tot 20 euro voor. Of 30, 40 euro voor de wat grotere werken. Ik vind dat ook iemand recht heeft te weten wat hij koopt. En dat je niet met een kater blijft zitten, zeg maar. Dus, ja. En wat ik wel interessant vind aan jouw recensies, want daar ben jij wel opvallend in. Want we hebben nu in deze podcast diverse recensenten gesproken. En ik ken ook heel veel recensenten. Maar in jouw recensies valt het altijd op dat jij ook let op bijvoorbeeld typo's. Dus als mensen, nou ja, dat vind ik zo goed dat jij dat ook doet. Ja. Dat jij ook kijkt naar... Is er een goede eindredacteur overheen geweest? Zijn ze niet te slordig geweest? Niet te gemakzuchtig geweest? Ik heb zelf een recensent meegemaakt die ook daar wederom gefundeerd. Hè? Want jij geeft altijd voorbeelden. Ja. Wat er dan daar dan aan mankeert. Dat vind ik bijzonder. Nou, omdat ik vind een stripboek is best wel een project natuurlijk. Hè, dat begint bij al de eerste ideeën tot... De afspraken met een uitgever maken. Behoorlijk financieel plaatje erbij. En denk van, en als je... Oh, ja, ik ben echt een zeiker wat typo's betreft. Echt, daar sta ik ook bekend om hoor, hier in de buurt. Maar op Twitter mag ik het ook graag doen en zo. Maar ik denk, als je DT-fouten in de eerste pagina's hebt... Ja, dan ben ik al in staat om het boek aan de kant te leggen, zeg maar. Ik vind het zo slordig. Ik denk van, probeer dan... Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat er iets in zit of een letter vergeten. Maar spelling vind ik essentieel. Juist omdat het... wij richten ons toch op de graphic novels. Ja. Boeken, romans, beeldboeken, geeft de naam.
Dan vind ik dat, dat tekst moet gewoon helemaal 100% zijn als het even kan. Of in ieder geval een 99%. Ja. En wat moeten wij doen om onze boeken bij jou onder de aandacht te krijgen? Wat moet een auteur, een tekenaar, een uitgever jou doen om jou te verleiden tot een recensie? Nou, het allermakkelijkste is gewoon opsturen. Want ik ben natuurlijk ook best wel lui, wat dat betreft. Ja, maar begint er. En dan digitaal of fysiek, denk ik? Nee, fysiek. Nee, ik wil het boek vasthouden en ik wil het kunnen ruiken. Want ik heb wel eens een discussie gehad over de geur van papier. Niet gehad zelf, maar gevolgd. Dat kan al. Dat bepaalt al soms iets. Maar ik wil gewoon weten hoe het geprint is en hoe het eruit ziet. En of het blad niet uit de kaf dondert. En hoe die hardcover is. En of het. Wat voor papiersoort wordt er gekozen? Dat maakt allemaal. Het is een kunstwerk. Zo zie ik zo'n stripboek ook. Het is geen. Geen Niemendalletje. Het is geen Amerikaanse comic van een euro, zeg maar. Je schaft het in huis, zit in de boekkast. Je wilt het laten zien aan andere mensen. Dat als het goed van elkaar is, weet je, dan lees je het nog een keer. En dan, ja. Dus het is een combinatie van factoren die ik vind dat alles moet gewoon top zijn. En ik denk van ja. Als je zo'n scenario gemaakt hebt, hoeveel moeite is het om er even doorheen te laten lopen door een eindredacteur, inderdaad. Ja. En heeft het dan ook voor jou zin om er een taalkundig goed persberichtje bij te doen? Ja, ja. Iets minder belangrijk, want ik bedoel dat. Alleen ja, bij een uitgever werken ook vaak redacteuren natuurlijk, die dat verzorgen. Maar als het heel slordig is, dan kan ik het soms niet laten inderdaad om het te noemen, zeg maar, in de aankomst. Het is gewoon een stukje aandacht voor je werk. Ja, wat jij nu eigenlijk zegt is, Jeroen, dat je zelfs over als het persbericht, dat daar een spelfout in staat. Als ik echt een slechte bui ben, dan kan ik het noemen. Maar dat is voor mij nog niet gebeurd, hoor. Maar ja, omkoop is bij jou ook helemaal niet nodig. Want doorgaans, wat voor boeken vinden bij jou meestal wel beslag? Of zijn dat alle boeken? Kan je alles opsturen naar jou? Ja, we hebben natuurlijk de graphic novels proberen we als het even kan allemaal aan te geven. Ik bedoel, ja. Er wordt ook aan het aan ons besteed en er ook werk in gestopt. En soms heb je wel eens bepaald werk of hele vage softcovers, onbekend. Dat ik denk van ja, sorry, dat ik kan het gaan doen, maar dan ga ik het gigantisch afwakkelen. En daar schiet ook niemand wat mee op. Dus dan legt hij aan de kant. En we hebben natuurlijk de speed dates. Dat doen we gewoon de kleinere strips. Doen we, als er heel veel binnenkomt, dan zetten we wat korte recensies met elkaar. En dan om het zo samen te vatten, zeg maar. Maar we zijn natuurlijk met z'n vijven nu die echt schrijven. Dus we kunnen nu ook wat meer produceren. Dan nog even over de speed dates, want dat vind ik wel interessant. Ik vind het hartstikke gaaf dat jullie dat doen, omdat je namelijk heel veel titels behandelt. Ja. Loop je dan ook niet het gevaar dat je te ongenuanceerd wordt, want het is korter? Ik vind het juist wel een uitdaging om het in een kortere tekst ook samen te vatten, zeg maar. Want ik vraag me ook wel eens af, als je een hele lange recensie maakt, wie leest ook iedereen dat? Of zeggen ze halverwege van, nou dat gaat maar door. Het mooie is dat je die hapklare brokjes, en het zijn ook vaak strips die ook wat goedkoper zijn, hè? Dus het is. Ik zal niet zo snel een graphic novel van 30 euro in de speed date zetten, zeg maar. Ik vind wel dat die wat extra aandacht verdienen. En in de speed date moet ik zorgen dat er geen 30 in staan of 20, vind ik, maar bijvoorbeeld maximaal 10 of zo. Weet je wel, dat het ook dat weer behapbaar blijft. Een voorbeeld ingooien, want je hebt mijn recente uitgave van Dominee de Heer, heb je ook in de speed date behandeld. Ja. En daar kwam ik pas recent achter. Ja, dat is het nadeel, ja, ja. Nou ja, ik kwam er een recent achter, omdat hij is wat minder lovend. Ja. En Sepp had hem wel gezien, maar die had hem bij me weggehouden. Zo van, oh, het is negatief en dan gaat mijn geet huilen. En toen ik dus zag, wat je eigenlijk gewoon heel kort gezegd hebt erover. Van, nou, het is origineel en fris tekenwerk, maar ik vind de grappen vind ik minder geslaagd. Ja, klopt. Ja. En ik vind dat een hele keurige recensie. Ja, nou, meer is het niet. Ja, nee. En ik weet ook mensen die zijn er gek op. En die houden van die humor, maar goed, het was gewoon niet zo mijn humor. Dat kan natuurlijk. Ja, maar je hebt in heel korte zin, en ook omdat je zegt van ik vind. En ik heb er niets. Ik zet dat er een drukje bij. Ja, dat ik vind, vind ik wel belangrijk. Omdat het best kan zijn dat iemand anders van ons het wel leuk vindt. En mijn buurman kan het ook hartstikke leuk vinden, bijvoorbeeld. Het gaat echt, ik vond het wat minder geslaagd, maar aan de andere kant het hartstikke leuk vinden. Dus ja, maar goed, dan moet op een gegeven moment mensen mezelf. En daarom probeer ik wel altijd. Ja, in de speeddate gaat het wat minder goed, maar in een gewone recensie, om het van het binnenwerk te laten zien, om een voorbeeld van een grap te vinden, bijvoorbeeld, of wat dan ook. Dus het heeft ook weer te maken met doelgroep en natuurlijk.
Ja. Maar sommige, je laat ook wel eens boeken liggen. Het is niet zo dat je elk boek wat men jou opstuurt, dat je dat ook behandelt. Nee, ik heb bepaalde boeken, wat ik echt... Nou, ik durf nog geen voorbeeld te noemen. Bijvoorbeeld een bepaald boek wat of extreem grof, of ja. Onnodig dan. Hè? Ik heb pas ook gerecenseerd Bleekwater. Daar wordt ook wat in gevloekt. Maar dat is zo'n azijnzeiker, die hoogpersoon. Dat is fantastisch. Dat hoort er gewoon bij. Ik bedoel, dat... Ja, oké, okay, maar als het onnodig is... Ik heb bijvoorbeeld ook een Suske Wiskus gezien. Toen werd die nieuwe reeks van Suske Wiskus, werd er een paar keer in gevloekt. Totaal onnodig, dat is een kinderstrip. Ik denk van, nou, daar veer ik ook de pan mee uit, zeg maar. Dus dan denk ik van, ja, dan denk ik van, doe dit nou niet. En dan, en dan zie je dat na 3 keer of 2 keer, was dat er ook, is tegenwoordig zie je niet meer, is het eruit. En dan denk ik, oké, dus dan gaan we ermee door. Maar als ik bepaalde dingen tegen waar ik echt niks mee kan, dat leg ik gewoon aan de kant. Ja, ja, ja. Nou, dat is goed om te... En naar het laatste punt, wat moet een recensie altijd in zich hebben? Wat is cruciaal? Wanneer is een recensie geen recensie? Nou, het moet een onderbouwd oordeel hebben. Dat is het allerbelangrijkste, vind ik. Dus dat je gewoon aan kan geven waarom je het al dan niet goed vindt. Misschien een open deur, maar dat je inderdaad met onderbouwing. En niet zo zeggen van ik vind het stom of ik vind het fantastisch. Maar ook gewoon aangeven waar het teken werkt. Wat maakt een onderscheid? Of wat maakt een scenario nou zo goed of zo slecht? Ja. Ja, en als iemand jouw boek, als jij nog niet een boek hebt behandeld, kunnen we je dan bellen om jou op te poken, om te zeggen, waarom heb je mijn boek nog niet behandeld? Ja, dat kan. Ik heb bijvoorbeeld met één uitgever, die stuurt wat meer, dat was Scratch bijvoorbeeld. En die hebben soms dat ze een aantal boeken achter elkaar hebben. Daar heb ik toch gewoon geen tijd voor. Ze zegt, nee, kijk maar als het jou uitkomt. Maar in principe, die stapel groeit natuurlijk. Dus ik wil zelf ook wel doorwerken. En dat geldt voor de rest ook, want anders zit je op een gegeven moment oude titels in je maag. Dat wil je ook niet. Dus we hebben duidelijk ook al een planning. Dus van wie, wanneer, 3 keer per week doen we proberen een recensie te doen. En wie doet wanneer wat en waarom. En soms wordt iets aan voorgehaald. Dus bijvoorbeeld een bepaalde situatie of nieuws of een bepaalde een evenement. Laatst bijvoorbeeld strips in Rotterdam en op die dag en dan het begeleidende catalogus. Ja, die zetten we ook dan op die dag of juist een dag eerder zetten we die online. Zodat je, en dan zie je ook meteen dat het omhoog gaat. Dus dat, qua lezers. En de laatste vraag is van, wat is het meest recente boek wat je hebt gerecenseerd? Toevallig heb ik jouw generaal. Ja, dat is echt puur toeval, hè? Voor de dat is echt puur toeval, want ik had vakantie en daar lag op de stapel. Dragon heb ik hier net bij me liggen. Dragon de Grond, daar vind ik ook wat van. Ja. Maar... even denken. Ja, ik heb later nog van oogachtend heb ik Beatrice nagestuurd gekregen, omdat ik Bleekwater zo goed vond. Dus dat, schitterend. Dat, maar die ligt dus ook nog op de to-do-lijst. Ja. Ja, ik moet wel zeggen dat exemplaren opsturen naar jou toe heeft over het algemeen echt wel nut. Ja. Omdat jullie best wel een groot team hebben, moet ik ook eerlijk bekennen. En die speed days vind ik echt een hele goede ingeving. Ja. Dat je daardoor heel snel toch heel veel titels met een mening weet neer te zetten. Ja, en ja, weet je, blijf vooral dat zeggen wat je wil zeggen, Jeroen. Ja. Nee, blijf het doen hoor. En we houden elkaar wel scherp. Want ik ben ook wel eens, juist bij de speed date, dat ik een aantal cijfers erachter geef en een samenvatting. Maar dan zegt Martijn bijvoorbeeld, ja, nee, wacht even, want we lezen het ook allemaal na van elkaar. Nee, Vanes, zo makkelijk gaat het niet. Ik wil wel graag weten, waarom vind je het nou eigenlijk goed, hè? Of waarom fuck je hem nou weer af? Dus ook intern proberen we daar wel in de app, zeg maar, op terug te komen, zeg maar, elkaar te redigeren. Ja, ja. Dus, ja, echt top. Helemaal top. Jeroen, ik ben heel blij dat je de tijd hebt gevonden. Ja. Scripttip.nl, ik ben er blij mee en ik dank jou hartelijk voor jouw weer een goede bijdrage. Oké, okay, hartstikke gezellig even en succes. Hey, dank je. Hoi, hoi. Oké, hoi. Nou, ik vind het allemaal reuze interessant. Ja, dan gaan we naar de eerste en laatste dame. De eerste en laatste dame, ja. Natasja van Loon. Natasja, die zit op dit moment op haar vaste vakantieadres in De Hoek. Dat doen we via de telefoon. En Natasja van Loon kennen we natuurlijk van Zone 5300. Maar ze recenseert voor iets anders? Ook voor Lover, maar ik weet niet of ze dat nog steeds doet. Okay. Dat gaan we nou horen. Met Natasja. Hey Natasja, welkom in de Stripjournaal podcast zomereditie. Hi Margreet, hi. Hoi, je praat met mij en Sip, Robin is op vakantie.
Ja. En we hebben het over striprecensenten. En je bent de zesde die we spreken en de eerste vrouw. Aha. Volgens mij de enige. Ik vind het sowieso wel erg leuk dat jullie aandacht besteden aan striprecensenten. Want het is nou niet echt een beroep wat heel veel te sprake komt. Het is nee, ook, maar wel cruciaal. Is in het, maar wel noodzakelijk, Natasja. Wel. Wie hebben jullie tot nu toe gesproken? Kok Joevenaar, Jeroen van Es, Koen Peppelenbos, Paul Steenhuizen en Teunis Bunt. Oké. Okay. Ja, en dan komen jij recenseert voor de Zone 5300. En ook, doe je het ook nog voor het feministisch tijdschrift Lover? Nee, dat is al een tijdje, daar ben ik al een tijdje weg, daar is een nieuwe generatie het roer. Dus, maar ik stuur nog wel af en toe persberichten naar ze toe als het gaat om bepaalde, strips. En soms schrijven ze daar nog een recensie over. Leuk, ja, want ik zag dat met name daar dat je heel erg de diepte in kon gaan ook. Bij bepaalde graphic novels, terwijl je in Zone natuurlijk... Nou, dat kan ik ook wel bij Zone hoor, maar dat is dan wel in een hoofdrecensie. Ja, oké. Okay. Even kijken, als eerste vraag, als mensen heel graag hun werk door jou gerecenseerd willen zien, hoe kunnen ze... Ik versta je, je klinkt een beetje metalig. Oh. Sorry, de verbindingen zitten in als zomerhuisje aan zee, dus en soms is de verbinding daar niet helemaal goed. Ik probeer het nog een keer. Als ik mijn boek door jou gerecenseerd wil hebben, wat moet ik dan doen? Hoe moet ik je omkopen? Moet ik het naar je opsturen? Meestal bestaat het met een goed boek maken en dat naar me toe sturen. Dan komt het goed. Fysiek of digitaal? Of maak je dat niet uit? Fysiek of digitaal? Of maakt je dat niet uit? Dat maakt niet uit. Nee, als je zijn natuurlijk albums en graphic novels die prachtig zijn verzorgd. En als je wil dat een recensent dat meeneemt, dan moet je natuurlijk een fysiek exemplaar opsturen. Want dan kan hij daar ook al wat over schrijven. Ja. Zo niet, dan gaan we puur over het verhaal en over de tekeningen. Wat natuurlijk ook niet verkeerd is. Maar ja, strips staan erom bekend dat er nogal wat aandacht aan de vormgeving wordt besteed. Dus ja, in de meeste gevallen zeg ik een fysiek exemplaar. Ja. Wat is een goede recensie? Ja, ik weet niet of dat ik doorkom, want ik moet het via doen nu. Maar wat is een goede recensie volgens jou? Hoor je me? Ja, wat maakt een recensie goed? Of het nou negatief of positief is? Ik vind het eigenlijk altijd wel belangrijk dat je in een recensie het werk in een groter cultureel kader plaatst. Dus, afzet tegen eerder boeken van de schrijver of tekenaar of tegen de traditie waarin het is gemaakt. Ik vind het ook wel belangrijk, omdat je natuurlijk als recensent de bedoeling is dat je ook duidelijk maakt waarom je een boek wel of niet goed vindt. En zeker bij Zone kiezen we het liefst altijd boeken uit die we goed vinden. Want het is eigenlijk veel leuker om over iets goeds te schrijven dan over iets wat niet goed is. En je wilt ook dat je lezers, je wilt ze goede boeken aanreiken. Ja. Dus ik vind het ook wel belangrijk dat je in je argumenten laat zien waarom een boek goed of niet zo goed is. Dat je het illustreert met voorbeelden uit de tekst of iets aansprekends. Waardoor een lezer meteen denkt van nou dit is wat voor mij of dat is wat niet wat voor mij. Ja, ja. En wat is het laatste boek dat je hebt gerecenseerd? Laatste strip? Het laatste boek wat ik heb gerecenseerd. Nou, ik heb voor de laatste zon heb ik er nogal wat gedaan. Onder meer het stripstad Rotterdam heb ik gedaan. En nog een stel van ik weet niet meer helemaal uit mijn hoofd.
En hoe vond je die strip? Dat moet nog verschijnen. Ah, oh, nou, dan kun je een tipje van de sluier oplichten wat je van het stripstad Rotterdam vond. Nou, wat ik erg goed aan dat boek vind, is dat de meeste naslagwerken over strip, die kijken terug op het verleden. En dat de stripstad Rotterdam expliciet niet. Dat kijkt ook naar, er staan een aantal zeg maar interviews in met jonge auteurs en wat ze belangrijk vinden en hoe ze werken. En er, is ook, er wordt ook vooruitgekeken naar nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technieken, nieuwe crossovers. Dat vond ik heel prettig. Leuk, ik heb hem hier zelf nog steeds op de stapel liggen, maar door jouw woorden ga ik hem wat meer bovenop leggen. Ik heb sowieso een paar. Oh, je valt weg. Ze is weg. Ze is in de zee gelopen. Hoor je me nog? Je valt weg. Ja, uit haar zone is ze nu, denk ik. Uit haar zone, is het een hoekzone. Ja, nee, het gesprek loopt wel door, maar... Ja, ik hoor je weer. Ja. Ja, je zei je had nog een paar dingen, ja? Ja, Oh, nou ben ik even kwijt wat ik wilde zeggen. Oh ja, dat de komende zondag dat er sowieso heel veel goede boeken zijn. Want er verschijnen echt prachtige boeken. En het is jammer dat recensenten eigenlijk vooral belangrijk zijn voor schrijvers en makers. En voor mensen die toch al van dat soort verhalen houden. Want je zou toch willen dat je door de duiding van de stripalbums ook gewoon een grote publiek trekt. Want er zijn zoveel mooie dingen gemaakt. Ja, nou, wat dat betreft ook shout-out voor Zone 5300. Want jullie brengen echt op een hele goede manier ook de wat obscuurdere dingen onder de aandacht. Nou, fijn. Dat vind ik heel fijn om te horen. En dan weet ik zeker dat Tonio, onze hoofdredacteur en mijn man, dat ook heel fijn zal vinden om te horen. Liggen jullie op het strand? Hè? Dus... Oh, gefeliciteerd! Wow. Ja. Nou ja, het is nog niet zover. Volgend jaar. Maar dan staan we, als het goed is, bestaan we 30 jaar. Bijzondere uitgaven op stapel? We moeten er nog even over nadenken. We zijn eigenlijk een beetje aan het herstellen. Ook nog alles van Stripdagen Haarlem, waar we ook aan meewerken. En dat was, dat was best een grote klus dit jaar. Maar plannen zijn er zeker. Nou, dat is leuk om te horen. Dan wens ik je verder een heel fijne vakantie in de hoek. Dankjewel. Ja. Dat gaat helemaal goed komen. Het is prachtig weer. En ik hoop dat jullie niet wegsmelten daar. En, ik hoop het ook. En verder ook nog even kans om van het weer te genieten. Dat gaan we doen. Groetjes, Antonio. Dat zal ik doen. Doei. Doei. Nou, ik was natuurlijk verdacht stil, omdat ik toch geen verbinding heb. Nee, ze hoorden je toch niet. Nee. Dus ik nam het maar even over. Dat doe je weer goed. Dat doe je heel goed. Nu nog meer overnemen, want ik ga voorleeshoekje doen. Ja, heel goed. En overigens moet ik nog wel één ding nog tevoren zeggen. David Steenhuizen en Geert de Weijer, voordat we het op ons dak krijgen dat we geen Belgische recensent hebben benaderd. Die heb ik wel degelijk ook benaderd. Maar beide hebben het zo druk met hun werk, met deadline stress, dat ze niet konden deelnemen aan deze podcast, maar dat wel dolgraag hadden gewild. Dus mensen, als je dit een leuke podcast vindt en je wil nog meer weten over recensenten, laat het ons weten. Maken we misschien nog een deel 2. Ja, ik vind het, ik moet zeggen, het verrast mij. Ik dacht, niet dat het saai zou zijn, maar het is gewoon nog veel interessanter. Nou ja, misschien hebben we de luisteraars ook nog hele interessante vragen die we vergeten zijn te stellen. Dus ook dat hoor ik graag. Maar jouw wat is het leeshoekje? Ik ga even kijken of ik de tune aan kan zetten. Hoor, Margreet leest voor. Ga lekker zitten. Hier komt een boekje in het voorleeshoekje. Goed, voor het voorleeshoekje dacht ik, ik ga eens een recensie voorlezen. En wel een recensie op een van mijn eigen boeken, namelijk Religie in Beeld. En dan een slechte recensie. Iemand die me helemaal kapot maakt. Van de site goodreads.com. Want mijn boek is ook in het Engels verschenen. In ieder geval Badreads dan, ja. Hè?
Bad Reads, in jouw geval. Bad Reads, inderdaad. En dit is al meer dan 10 jaar oud. Dus inmiddels kan ik hem met droge ogen voorlezen. Maggie Gordon uit Canada schreef over religion discovery in comics. If you're looking for a basic overview of world religions, there are much better books out there. If you're already knowledgeable about religion, this book is too basic for you. I don't really know who this book is for. On top of its unfathomable audience, the book annoyed me on several levels that I'm going to list because my irritation is too high for proper paragraph format. Whoa. One, the here has obviously encountered some atheists that she's not too fond of. For someone who claims to be an agnostic, she is very flippant toward a large group of people who are more than just the angry young men, internet atheists. Even if this is a personal reflection on religions, her bitterness harmed her book overall. Two, the graphic aspect of this book added little to the content of this book. There were a lot of talking heads or images that didn't really aid in understanding anything. Some of the graphs were useful, but could have been in a text-based book as well. Again, who is this book targeting? Three, at the end of her book, the heir decides to analyze each of the major religions she surveys on their friendliness toward women. She assigns them numerical scores based on, I have no bloody clue. She pulls numbers out of her ass and undermines her own critiques by presenting them in a way that can't be properly understood by anyone other than herself. And last but not least, there were several significant editing issues where Buddhism and Hinduism were mixed up. Really? Really? No one caught that? All in all, Religion and Discovery in Comics isn't the worst book, but it is a pretty lazy, badly designed, and confusingly written book. There are plenty of better introductions to world religions or personal explorations of religion. The heir really needed to pick one of the two to focus on. So. Dus je bent ook lui, maar heb ik begrepen. Nu we al deze recensenten gesproken hebben, moeten we toch wel concluderen. Dit is een goede review. Ze onderbouwt het. Ze geeft haar eigen mening. Ze geeft een beetje beeld van... Ik ben het er totaal niet mee eens natuurlijk, want het is een fantastisch boek. En ze pikte die inderdaad, er zat een enorme fout in waar er boeddhisme stond, waar hindoeïsme had moeten staan. Dat is natuurlijk inderdaad wat ik mis in haar verhaal, en dat is volgens mij waar de auteurs zich denk ik ook over het algemeen druk over maken, want dat vond ik goed wat iemand zei. Die zei van, ik wil altijd dingen laten zien waardoor een lezer ook zijn eigen of haar eigen oordeel kan baseren. En ik hoor in haar recensie niet iets heel concreets... zien is nu even moeilijk omdat je het voorleest, maar ik hoor daar niet iets zeggen waardoor je zelf een oordeel kan vellen. Maar dat is misschien ook omdat Goodreads daar op zich niet voor is. Hè. Dat is natuurlijk, daar mogen mensen lezers... Je had een tekstfragment kunnen doen. Kijk, ik vond het verdomd goed van de recensent die zegt, ik stop er altijd wat in die recensie, waardoor de lezer ook zelf kan proeven aan dit boek. En op het moment dat jij goed beargumenteerd zegt, ja, het staat vol typo's en dit is niet goed, je maakt een fout hier, je maakt een fout daar, of je hebt geen kop en een staart, noem het allemaal maar op, maar geef ook wat, geef ook iets wat we zelf kunnen consumeren, naast de mening van de recensent, ja, en die is duidelijk in jouw geval, je bent gewoon lui, ja. Ja. Ik ben gewoon lui. Nou, einde! Dat was het weer, tot de volgende keer bij het voorleeshoekje van Margreet de Heer. Nou, lekker dan. Nou, dan zijn we klaar. Lekker dan. Nou, we geen officiële outro-muziek, want dat heeft Robin en dat kunnen wij niet. Dus, luisteraars, we moeten wel nog even zeggen. Beetje af. Beetje punt af, ja. Als je ons wilt steunen. En geen prijsvraag, want dat doet Robin. Moeten we niet de prijsvraag bedenken? Kunnen we niet iets weggeven? Is het toch altijd leuk om iets weg te geven? Een recensie weggeven. De prijsvraag is dat we je boek recenseren in de podcast. Dat doe je net richting de makers. Ja. Oh. Dat is leuk. Ja, dat is leuk. Dus als je een maker bent en je wilt graag dat we je boek bespreken in de podcast, stuur dan een mailtje naar wat was het ook weer? info@stripjournaal.com en met de code. En de code is, Seb, verzin eens wat. Goed. Goed. Ja. Goed.
G-O-E-D. Ja, mag ik jou bedanken als co-host? Ik heb Robin bijna niet gemist. Nee, ik heb... Oh nee, ik mis Robin altijd. Maar dat is... Maar dat is... Robin aan de knoppen. Dat is... Ja, die heb je nodig. De knoppen. We hebben de knoppen. Ik heb hem wel gemist, maar ik heb hem niet... Ik dacht van, oh jee, Robin is degene die jou het meest in toom houdt. En dan moet ik dat doen. Oh, nee. Dat is erg mee. Gewoon weg. Maar die applausknopjes en al dat soort zaken, die hebben we nu niet. Ik vind het, ja. Nee, ik moet wel zeggen, petje af voor Robin. Want ik merk nu wel van, dus het is veel meer werk achter de schermen aan het online krijgen van zo'n podcast dan... Dat moeten we nog doen. Dat is het allerergste. We moeten nu zo dadelijk alles terug gaan luisteren, opnieuw gaan editen en dan aan elkaar plakken en dat proberen live te zetten. Dus, ja. Beste luisteraars, over een jaar hoort u deze podcast. Dank u wel. Ja, dat begon zo zomer op 2023. Nou, tot de volgende! Nou, ik zeg kat in bakkie. Ja, stoppen die hap, dan kan die hem gaan... Stoppen die hap. Ja, oké. Okay. Doei! Spreek je later, hoi.